van het gemeentelijk ruimte van de Ruptus, het hoppunt Londen zijn met de tramhalden. Dus jij mag starten met de toelichting te geven van uw dossier, ja. Ja, ik ben op de valreep er nog bij geroepen, Anne. Ik had vandaag een dagje verlof, dus ik heb pas een uur geleden gezien. De toelichting is eigenlijk al op 15 maart is gegeven door Buur. Dat was niet heel het verhaal, maar toch de grote krijtlijnen zijn op een gezamenlijke GRC en GECRO toegelicht. Een aantal van jullie zullen er geweest zijn, misschien niet iedereen. Ik zal het misschien nog in korte lijnen eventjes overlopen, dat iedereen mee is. Misschien even zeggen wat er nu naar de komende gemeenteraad gaat. Het stond eigenlijk gisteren geagendeerd, maar dat was een beetje een foutje, omdat we inderdaad die discussie op de GRC of binnen een bepaalde werkgroep gemeenteraadsleden nog niet gevoerd hebben. En vandaar dat het college toch beslist heeft om het weg te trekken van de gemeenteraad, om het weg te trekken van de gemeenteraad en het op de volgende gemeenteraad te plaatsen. Dus, en vandaar dat we dan de discussie vandaag nog kunnen voeren. Ik ga misschien even kort een PowerPointje presenteren om te overlopen waar het uiteindelijk over gaat. Dus het gaat eigenlijk over het ruimtelijk uitvoeringsplan Hopin. Londerzeel. Nu, de meesten kennen dat als RUP tramhalte. Op vraag van de werkvernootschap heeft men dat nu Hopin. Londerzeel genoemd. Dus dat is eigenlijk de halte van Londerzeel voor de toekomstige tramlijn van Willebroek naar Brussel. Wat ligt er nu voor? Dit is een beetje samenvatting van het procesverloop. Dat staat ook in de procesnota. Het is echt de opstartfase. Hè. Er worden eigenlijk nog maar zaken geopperd en daar wordt dan een openbaar onderzoek mee gedaan. We vragen dus reacties van de bevolking, van de adviesraden en ook van jullie natuurlijk. En dat gaat nadien samengevoegd worden tot een scopingsnota, noemt dat. Dus we zitten nu hier aan deze fase, startnota. De volgende fase is dan de scopingsnota. En dan begint het echte werk pas. Hè. Dan gaat dat uitgewerkt worden in een voorontwerp RUP. Dan gaan er echt voorschriften personen gaan inkomen. Dan gaat ondertussen ook het plan MER verder staan, dus ook de milieueffecten gaan dan onderzocht zijn. Dus dit is echt nog maar de opstartfase. Dus dan moeten we goed verstaan dat het eigenlijk... het is eigenlijk de bedoeling dat er een beetje discussie wordt gecreëerd door die startnota van zijn dat nu de goede doelstellingen? Zijn dat nu de goede zaken om te onderzoeken op het vlak van milieueffectenrapport? Dus dat is eigenlijk het doel van deze eerste stap. En in die eerste stap moet er ook een openbaar onderzoek plaatsvinden. En in die eerste stap moet er ook een participatiemoment plaatsvinden. Nu, dat participatiemoment is niet beschreven. Dat kan zelfs met bepaalde stakeholders zijn, enkel. Hè. Dat kan met 10 man zijn. Nu, in dit geval gaan we wel naar het ruime publiek en gaan we inderdaad met een brochure gaan werken die oproept om op een bepaald moment, ik vermoed dat het 10 juli gaat zijn, om ja, de mensen... Eind juni gaat het voorzien worden om toch uit de vakantieperiode te blijven. En dus dan gaat er ook een toelichting gegeven worden en gaat er in werkgroepen verder gediscussieerd worden over de inhoud onder verschillende thema's. De procesnota die zit er ook bij, maar dat is eigenlijk een voortdurend veranderend document. Dus daar moet je je niet op vastpinnen. Dat is iets dat niet moet goedgekeurd worden. Dat is iets dat per informatie vanaf nu op de website gaat staan van Londerzeel. En dat gaat ook stelselmatig aangepast worden door de ontwerpers.
gaan zij altijd een voorzet geven. En dat wordt dan op de website ook aangepast. De startnota zelf, die gaat wel goedgekeurd worden. Normaal wordt die goedgekeurd door het college. En vertrekt die vanuit het ruimtelijk structuurplan van de gemeente. Nu, in dit geval staat dat niet letterlijk daarin vermeld dat we een RUP gaan opmaken rond die tramhalte. We zijn eigenlijk ons structuurplan ook aan het herzien in het kader van de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan. En om toch daar geen discussie rond te krijgen, hebben we toch verkozen om het naar de gemeenteraad te brengen. Zoals de vroegere procedure ook was, toen dat er nog geen structuurplan was, dan moest het altijd door de gemeenteraad beslist worden, omdat de gemeenteraad ook bevoegd is voor de opmaak van RUPs. Nu, als er in het structuurplan al door de gemeenteraad een beslissing genomen is om dat RUP op te maken, ja, dan heb je die beslissing al genomen, dus dan hoeft dat niet. Maar in deze was het toch in samenspraak met de werkvernootschap beslist om het naar voor te leggen aan de gemeenteraad. Je ziet dat de volgende stappen, dat die wel officieel naar de gemeenteraad gaan, zoals de voorlopige vaststelling, de definitieve vaststelling. Dat zijn stappen die sowieso naar jullie toe komen. Dus dat volgt nog. Ja, dus wat zit hier eigenlijk in die startnota? Belangrijk is dat in die startnota enerzijds een aantal doelstellingen zitten, een aantal aannames, een aantal onderzoeken, en anderzijds ook het verhaal van die plan MER. Hoe gaat men die milieueffecten gaan onderzoeken? Dat is ook al aangehaald in die startnota. En dat ligt eigenlijk ter discussie via het openbaar onderzoek. Misschien even de perimeter aanduiden. Dat is de perimeter van het RUP Hopin Londen. Ja, ik heb er zelf ook nog last mee met de naam. Er is een klein stukje. In de eerste visie zat dat er nog niet bij. Maar dat heeft te maken met de doortrekking van die Ventweg tot men wil realiseren tot aan de Michelse Straat. En voor alle zekerheid hebben we dat er toch mee ingekleurd, omdat het gewestelijk RUP. Ja, die laat wel bepaalde wegenis toe tot aan, verhardingen toe tot aan de Michelse Straat. Maar we willen dat toch wel, dat dat planologisch volledig in orde is. En op aanraden van Erwin Lammens van de POM en Joost Swinnen van de werkvernootschap hebben we dat eraan toegevoegd. Dat het planologisch zeker niet aanvechtbaar is. Ja, nog eens de contour op het gewestplan. Dan zie je de verschillende gewestplanzones. Ik ga nu eventjes naar een ander document. Het woongebied, stuk woongebied Meestraat zit er niet in, zoals ik zo zie. Nee. Het is juist wat daar eventueel de KMO-zone zou kunnen komen. Dat zit erin. Hier langs een ander tussen het spoor. Meerstraat en A12, klopt dat? Welk woongebied bedoelt je, Mark? Ah, wel, je hebt dus het stukje tussen de A12, het spoor en de Meerstraat. Zie ik een afbakening, wit en rood, dus een stuk woongebied, ja, woongebied, landelijk woongebied, ja. Maar dat zit er zelf niet in. Dus dat is woonuitbrengingsgebied, dat zit mee in het RUP, dus de zwarte lijn is het RUP. Dat is de Mechelstraat, ja. De zwarte lijn is de afwaking van het RUP. Dus dat stuk tussen de Mechelstraat en de spoorlijn zit ertussen. Het stukje Mechelstraat woongebied zit er ook tussen. Een stukje aan de Bergboslaan, hier op de Bergkapelstraat, zit er ook in. Dit is een stukje van het industrieterrein dat wordt meegenomen. En dan hier een stuk molenveld ten noorden van de spoorlijn. Dit is de wijk die de Schankaart. Ja, dat zit al wel. Dus die zit er buiten. Ja. En dan hier zit ook nog een stukje dat eigenlijk eerder op lange termijn wordt voorzien. Ja. Voorzitter, zie jij de handjes opgestoken? Dat zijn een paar mensen die iets willen vragen. Oei. Oh, ja, ik was aan het plan aan het kijken. Hè. Wacht. Kim eerst en dan Tom. Niks. Ja, goed dat Leen het in de oog houdt. Nee, gewoon een klein technisch vraagje, Steven. Ja. Op het overzichtje staat, je hebt enerzijds het RUP dat vandaag van toepassing is op bedrijventerrein,
We gaan nu een tweede RUP maken, wat dat ook van toepassing op een stukje van het bedrijfsterrein. Nu, allez, hoe zit dat juist technisch dan in elkaar? Wat heeft er voorrang op wat? Ja, hoe moeten we dat juist leren? Eigenlijk gaat het stuk van... want hier zit... Zien jullie dat hier? De tekening? Ja, ja, dat is duidelijk nu. Ja, dus dat is het, het RUP Eekhout. Dat zit eigenlijk los van dit RUP. Hè. Dus het komt, ze komen ja. eigenlijk aan elkaar... ja, ter hoogte van die grenslijn. En ook hier is het provinciale RUP gestopt, daar wel het gewestelijke RUP dat eigenlijk al van toepassing is, want er is nog een gewestelijk RUP ook, dat is eigenlijk van de tramlijn zelf, dat is die bruine zone. Dat gewestelijk RUP grenst ook aan het provinciale RUP, dus die hebben geen interferentie, die zitten gewoon naast elkaar en dus... ja, die doen geen uitspraak over delen van anderen. Hier heb je dat dan wel natuurlijk. Hè. Hier heb je het gemeentelijk RUP dat wel overlapt met het gewestelijk RUP. Maar de bedoeling is dat dat inderdaad aanvullende voorschriften zijn. Dat wij niet het gewestelijk RUP gaan overschrijven. Het enige nuance dat daarop is, is dat klein stukje. Hè, zoals ik daar juist zeg, van, ja, daar moeten we zien dat dat planologisch... ja, volledig correct is. Daarmee is daar een klein stukje aan voorzien om daar wel een aanvulling te doen aan de voorschriften die in het gewestelijk RUP staan. Daar staat in dat er inderdaad verhardingen kunnen, maar de ventweg staat er niet echt volwaardig ingeschreven en vandaar dat we dat toch ook in dit RUP mee opnemen, dat dat 100% in orde is. Er staat wel in dat er ontsluitingen kunnen voorzien worden voor de hulpdiensten en dergelijke. Dus in principe kan die doortrekking al voorzien worden. Maar om het plan logisch volledig in orde te maken, nemen we dat mee. Ja. En voor het bedrijvenpark dan? Dus het bedrijvenpark, dat zit hieronder? Rechtsboven, wil ik zeggen. Het huidige industriepark. Ja, 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 dat was uw vraag. Ik dacht dat dit bedrijvenpark ja, was. Het is, ja. Ja. Dat bij elkaar aan. Hè. Waarom wordt dit meegenomen? Ik heb hier nog ergens het bedrijvenpark openstaan, denk ik. In de... Nee, dat is het niet. Ik ga misschien even er naartoe. Dan is het duidelijker. Ik denk dat RUP bedrijvenpark hier ergens in vermeld staat. Het probleem is dat ik die niet zo van buiten ken. Nee, maar het is dan ook een beetje meer technisch van ja, wat heeft er dan uiteindelijk voorrang van wat? Want je gaat in het een voorwaarden stellen en in het ander zitten ook al voorwaarden in. Ja, ja dat gaat een... daar op dat moment of daar vandaag activiteit hebben, wat is daar nu? Ja, daar gaat een deeltje over schrijven, dat is een ja. correcte opmerking. Waarom? Ja, dat is eigenlijk deze hoek. En de bedoeling is, van hier komt dan die parking van de tramhalte. De bedoeling is dat die verbinding goed zichtbaar is, duidelijk is en ook... Allee, mooi, qua beeldkwaliteit ook optimaal is. Hier staan nog zo'n paar huisjes. Dat is een zone waar dat niet mag in gebouwd worden. Dus dat verhaal wil men eigenlijk binnen dat RUP ook wel een beetje op elkaar afstemmen. Dat de link tussen het bedrijvenpark en die parking en ook die tramhalte, want dat gaat heel belangrijk zijn voor het bedrijvenpark ook, dat de mensen via die tramhalte ook de oversteek kunnen maken van het spoor. En dan onder de A12 zo het bedrijvenpark kunnen bereiken. Dus met de fiets, te voet. En dat is toch wel een belangrijke verbinding. Vandaar dat men dat stukje meeneemt om ja, toch ook een beetje te werken aan die beeldkwaliteit. En eventueel die ordening hier ook een beetje aan te passen. Ja. Voor de rest gaat men aan die ordening niet komen van het RUP bedrijvenpark. Maar deze plek is eigenlijk nu niet zo'n mooie beeldkwaliteit. Is dan de bedoeling dat die woningen, dat die dan van onder nog staan, die parages, dat die op lange termijn ook verdwijnen, of nu zullen moeten verdwijnen, of mogen die blijven? Ik vermoed dat het de bedoeling is ook van die te laten verdwijnen. Het is niet de bedoeling, denk ik, van die echt te gaan onteigenen. Maar als hier mogelijkheden worden gecreëerd voor een andere ordening, helemaal uitgesproken is dat nog niet, hè, Mark. Maar ik denk als hier mogelijkheden worden gecreëerd voor die eigenaars, ja, dan gaat dat sowieso een grond zijn die toch wel gegeerd is aan die tramhalte. En dan vermoed ik dat probleem zich vanzelf gaat oplossen. En laten we eerlijk zijn, de woonkwaliteit van die woningen is nooit optimaal geweest. En die kunnen zelfs, die zijn ook zonevreemd, dus die hebben ook beperkte mogelijkheden. Die zitten in een zone non-edificante, dus die kunnen eigenlijk ook niet verbouwen.
Die kunnen enkel verbouwen binnen bestaand volume. Dus eigenlijk is dat ook positief voor die mensen die dat hier in eigendom daar hebben, dat daar effectief iets meer aan leunen bij het bedrijvenpark kan komen. Qua beeldkwaliteit zal het veel beter ogen, hè, dan tapas, industrie en parking. Oké, Tom, jij hebt ook je handje omhoog gestoken, nu zie ik het dus wel. Ja, Steven, je hebt het al in mijn uitleg nu al gedeeltelijk geantwoord, maar het was mij niet helemaal duidelijk wie nu eigenlijk de initiatiefnemer was. Hè, want het is een samenwerking tussen de werkvernootschap en de gemeente. Maar ik hoor u spreken over een gemeentelijk RUP, dus mag ik daarvan uitgaan dat het effectief de gemeente is die initiatiefnemer is? Ja, ja, ja. Dat is helemaal juist. Dus de gemeente neemt het initiatief. De gemeenteraad gaat dus ook het RUP goedkeuren. Er zitten een aantal gemeentelijke functies bij die gerelateerd zijn aan de tramhalte, zoals die fietshellingen, zoals de parking effectief. Ja, de verhuis van het station van de trein zit er ook in begrepen. Dat is lange termijnvisie ook, maar dat zit er ook in begrepen. Dus daar wordt ook ruimte voor voorzien. Dus, maar dat is eigenlijk allemaal gemeentelijke schaal. De halte zelf, de tramlijn zelf, ja, die gaat over verschillende gemeentes. Dat was vroeger een gewestelijke groep. Maar dit zijn eigenlijk dit is een gemeentelijke groep met gemeentelijke invulling eigenlijk. Ja. Misschien nog even om een verhaal. Is er nog een vraag? Even, mag ik nog een vraag stellen? Ja. De reservatiestroken die dat er zijn, die worden op dit moment niet meegenomen, ook niet. Dus de reservatiestrook naast de Kleine Moens en aan de overliggende zijde. Daar is al een deel van afgeschaft. Dat is ook een ingewikkeld verhaal. Ik ga daar eens een plannetje voor nemen, waarop dat ik de uitleg kan doen. Ja, hier staat perfect. Dus ja, hier staat wel de reservatiestrook niet op, maar wel hier staat er eentje. En dan zou er normaal hier ook eentje moeten zichtbaar zijn. En die... Kun je dat wel een klein beetje vergroten daarboven? Ah, op die plus, ja. Steven. Heel goed idee. Ja. Sorry daarvoor. Is niks, maar het is al kleiner dan de PDF, omdat je op internet toonde. Ja. Ja. Zie je het nu al ietsje beter? Of nog een beetje vergroten? Nee. Doe ik nog maar wakker. Oké, nu is het. Ja. Zinken dan verkleinen. Ja. Dus maximum precies. Maar ik kan dit nog wel wegdoen. Ik dacht dat ik dat kon wegdoen. Steve, ik denk dat dit wel groot genoeg is. Want ik... Ah ja, oké. Okay. Dus hier staat die op een afrit aangeduid. En dan loopt er hier ook eentje, maar die is blijkbaar deels overschreven. Die zit deels onder dat vlakje. En die loopt zo en dan kwam die in Molenveld uit. Hè. Nu, welke zijn al afgeschaft? Eigenlijk zijn ze allemaal afgeschaft. Dus deze is afgeschaft, dus ten noorden van de Mechelenstraat. Deze is afgeschaft, deze is afgeschaft. De enige die niet afgeschaft was, was die tussen de Mechelenstraat en het RUP van de bedrijvenzone. Omdat die in dat RUP van de bedrijvenzone van Eekhout geïntegreerd was. En dat RUP, de provinciale RUP, moest daar een uitspraak over doen, over die al dan niet afschaffing. En dat heeft dat ook gedaan, maar ik denk niet, want dat is een zone voor groen, dacht ik, en een fietspad. Dus ik denk niet dat die een op- en afrit daar is afgeschaft, omdat dat ook niet nodig was. Maar ik ben niet 100% zeker. Alhoewel, ja, die zal wel afgeschaft zijn, hè, want... Anders kun je er ook geen bedrijven zetten. Ja, die zal ook afgeschaft zijn, maar die is dan vervangen door een groenzone op dat perceel dat naar de Mechelse straat loopt. Specifiek om daar geen bebouwing mogelijk te maken en om daar een fietspad te kunnen realiseren door de POM, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, en de groep bouwen die dat ontwikkeling doen van dat bedrijvenzonnetje. Nog vragen? Dus ligt dat een hypotheek en dan verder bijvoorbeeld voor de NMBS of Infrabel, dat ze dan hun doorgang doen of niet? Dat is een ander verhaal. Ik bedoel, dat is die streepbeeldstudie voor de afschaf van de... Ja, de overwegen. De overwegen. Hè. Daar hadden ze inderdaad op lange termijn een visie om hier die verbinding te maken. Dus die verbinding tussen de Meerstraat en de Mechelsestraat, die kan nog altijd gerealiseerd worden. Die wordt zelfs
dat is eigenlijk een beetje de aanzet daartoe. Hè. Het is hier even breder. Maar de tunnel zelf, of de brug zelf, die wordt niet meegenomen. Omdat, ja, dan gaat de discussie voor dat gemeentelijke RUP helemaal naar daartoe getrokken worden. Maar op lange termijn wordt dat wel gereserveerd en zit dat wel in de visie. Dat was nog een tweede luikje, dat was eigenlijk de zuidelijke doortrekking. Hè, richting dan het knooppunt. Maar dat is echt voor... Ja, echt richting de knoop te gaan verbinden. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Dat is een heel ander stellingname. De Infrabel was daar wel vragende partij voor. Maar dat is eigenlijk al onmogelijk gemaakt door PRUP Eekhout. Mm-hmm. Dat provinciale RUP staat niet in dat hier de weg en de verbinding naar de Michelsestraat kan voorzien worden. De provincie had dat niet voorzien. En heeft dat ook bij de definitieve aanvaarding ook niet voorzien. Dus de enige mogelijkheid dat we nog hebben, is het doortrekken langs de A12. Dus die verbinding te maken. Je kunt daarover discussiëren. Wat mij betreft, naar mobiliteit toe, heeft deze verbinding niet zo heel veel te maken met die verbinding. Deze verbinding dient om de mensen die ten noorden van de spoorlijn leven, wonen of werken, een verbinding te geven naar het centrum van Londerzeel, die verbinding te maken. En dit doortrekken, dit verhaal, is eigenlijk het verkeer dat van Capelle komt, niet meer door de Pilatusveld, Acacialaan en Kerkhofstraat te laten rijden. Dus dat is eigenlijk dat bovenlokale verkeer dat een beetje weggetrokken wordt richting dat knooppunt en niet meer door dat centrum moet. Als je inderdaad die alle twee tegenover elkaar legt, dan ga je ook ervoor zorgen dat eigenlijk dat die noordelijke bewoners ook zo naar de A12 heel makkelijk kunnen rijden, waardoor dat je inderdaad die aantrek daar ook nog eens gaat van krijgen, terwijl dat in onze visie van ons structuurplan en mobiliteitsplan was altijd de bedoeling, al hetgeen wat ten noorden van de spoorlijn zit, moet eigenlijk naar het noordelijk knooppunt afwikkelen. Dus het zat een beetje los. Maar het kan nog wel een discussiepunt vormen natuurlijk. Er zijn mensen die zeggen dat zou wel in het verlengde van elkaar moeten liggen. Nu ligt het een beetje losgekoppeld. Maar op zich, die twee verbindingen zijn er altijd wel. Die verbinding tussen Noord en Zuid kan hier voorzien worden. En anderzijds, het doortrekken van de Ventweg tot aan de Michelsestraat wordt weliswaar parallel aan de A12... maar wordt ook voorzien waardoor dat ook dat verkeer uit Pilatusveld en Acacialaan wordt geweerd. Dat betekent dus, sorry dat ik altijd dus, en dan mag San ook antwoorden, dat betekent dat niet al het verkeer via Deltabrug naar de RUP zou moeten gaan, dus naar die bewuste parking, dat industrieterrein. Die parking. Dat gezegd, als dat stuk in moest doorgetrokken worden, want als die... Ja, maar dat wordt doorgetrokken tot aan de Michelsestraat. Ja. Dus die parking die ontsluit, die ontsluit via het industriepark. Hè? Enkel via het industriepark. Dus niet via, via de wijk Schankaart, niet via het zuidelijk deel hier. Nee, de enige onderdoor is hier onder de A12 en dan via de plaatselijke wegen, Weerstraat en dergelijke, kunnen de mensen daar verzamelen richting die parking. Het doel daarvan... Dus misschien wel al een paar keer uitgelegd, maar het doel daarvan is om mensen vanuit het centrum niet te stimuleren om de auto te nemen, hè, want zij moeten dan helemaal rondrijden, zo rond, om dan daaruit te komen. Dus als ze met de fiets rijden, is het maar een 200-300 meter. Terwijl dat de mensen die van Sint-Josef of Malderen of Steeniffel komen, ja, die gaan al langer de auto nemen en die kunnen dan inderdaad die beweging wel doen om zo via het industriepark naar die parking te rijden. Dus die gaan daar wel de moeite vinden. Of mensen ik, heb dit, ik heb dus één grote opmerking. Ik heb dat ook al een paar jaar gezegd. Hè, van als ze met die tram halte begonnen. Van toch uit... Want dat zit niet in de RUP. Dat zit er boven. Dat zit in het noorden van het industrieterrein. En wat ik hier in de Deltabrug. Van dan niet overbelasten. Wat nu al eigenlijk overbelast is. Die zone. Momenten. Dus nu de Kolderuit heeft er ook dus een groot nagaar gezet, nog niet extra waard. Het is gewoon, ja, als het dan nog een keer extra, ja, daar zou toch een oplossing. Dat mag verkeer komen, dat moet langs hier een stuk komen, maar toch niet veel meer dan dat het nu al is. Nu.
En ik weet niet hoeverre dat dat, dat niks met dat RUP te maken, maar het heeft wel te maken in zijn geheel, hè, het toekomend verkeer. Hè, in hoeverre dat daar al rekening mee gehouden is. Wat we daar toegezocht hebben. Nu, sowieso, als je daar iets nieuw implementeert, hè, dus een tramhalte, gaat dat bepaalde verschuiving van het verkeer veroorzaken. Hè. Men gokt wel vooral op fietsers en voetgangers vanuit het centrum van Wonderzeel. Hè, dat daar vooral voetgangers en fietsers en eventueel met busvervoer de mensen tot daar geraken. Maar ja, als daar een parking voorzien wordt voor 200 wagens, dan zal die ook effectief volstaan. Hè. Daar moeten we vanuit gaan. Als ik dan enkel spreek van ons gemeente alleen, Sint-Josef, ja, als die naar daar rijden, dat kan niet anders dan via de Meerstraat, het Stuikberg of Zwembad. Dat is allemaal het noorden, dat is allemaal via de Deltabrug. Dus het noorden van de helft van Groot-Lop, waar dat de grootste bevolking met de meeste aantal inwoners van Onderzeel wonen, is ook in het noorden, hè, de wijk aan het Zwembad en dergelijke. Dus dat is ook al noorden van Onderzeel. En Malweren, dat zal ongeveer de helft zijn. Sommigen via het centrum, Mekkelstraat en de rest ook Stuikberg. Ja, als je de ringweg voor. Dus ik zou zeggen, 75% van het verkeer dat uit Onderzeel zelf komt, ik spreek niet van de andere gemeenten daarin, dat gaat allemaal via het noorden komen, sowieso. Hè. Ja, nu, en dat zijn ook meestal mensen die pendelen. Logisch, maar die komen sowieso niet via het noorden. Hè. Het zijn meestal ook mensen die pendelen naar Brussel, hè, die tram gaan nemen. Ik vermoed dat het grootste deel daarvan nu momenteel met een auto gewoon naar Brussel rijdt. Dus die doen die beweging nu ook al. Hè. Die gaan nu ook al naar de Meerstraat om daar een oprit te nemen. Het is iets noordelijker, maar die doen die beweging nu ook al, denk ik. Hè. Dus, mijn bekommering is dat er nog extra verkeer gaat bijkomen. Nog een keer extra. En nu komt er eigenlijk weinig. Vanuit het centrum zelf komt niet zoveel verkeer te zien. Bij mij dat volstaan van de A12. Soms is dat file tot op de parallelweg tussen Breendonk en Onderzeel. Dat gewoon allemaal maar volstaan. Niet file dat ze stilstaat, maar toch sterk traag verkeer. Als er nu nog een keer verkeer van de andere kant van Onderzeel, hè, zwembad, en vandaar nog een keer gaat tussenkomen, ja, dan moet dat verkeer hier wel wachten en stoppen. Dan zie je het gewoon, dan staat het gewoon stil tot aan de duivel. En dat moeten we vermijden. En soms is dat probleem hier wel. Hè. Niet stilstaan, maar traag. Alleen de een achter de ander. Ja, meneer Van den Duivel moet niet komen, hè, Mark. Dan is dat een verkeersinfarct. En daar heb ik schrik voor. Je kunt trouwens een keer tellingen laten doen. Er zijn al tellingen geweest in het verleden. Hè. In de buurt. Dat is gewoon een opmerking. Goed, Sanne, jij mag toch aan het woord. Ah, dank je, Mark. Ja, het voordeel is, Steven, dat je al zo lang aan het woord bent geweest, dat mijn vraag eigenlijk wel deels beantwoord is. Je sprak daarnet over een ondertunneling, hè, dus dat je eigenlijk ook onder het spoor door kunt richting dan het noordoosten, dus het industrieterrein. Gaat daar ook verticaal boven dan de fiets- en voetgangersbrug worden geplaatst? Als missing link tussen het centrum en het industrieterrein dan? Voor fietsers en voetgangers, ja. Er is een schets van, ik ga hem u even laten zien. Wacht, hè. Ik ben een beetje... Allee, het lijkt mij dat hij dan van het noord... westelijke kwadrant naar het noordoostelijke kwadrant zal gaan. Nee. Van het noordwestelijke naar het zuidwestelijke. De fietsersbrug maakt die beweging. Omdat je eigenlijk... Dus die gaan niet naar het industrieterrein. Jawel, maar die beweging kun je nu al maken. Hè. Dus de A12 ligt hier op hoogte... Ja. Zo. En dus je kan nu al van Molenveld zo onder die brug, naast de spoorlijn. De spoorlijn ligt eigenlijk op het gelijkvloers. Dus naast de spoorlijn kan je die beweging maken ten noorden en kan je die beweging maken ten zuiden. Maar je kan die beweging niet maken over de spoorlijn, want de spoorlijn ligt gelijkvloers. Mm-hmm. En dus hier komt een fietsbrug die eigenlijk noord en zuid ten westen verbindt. Maar ik heb er een tekening van, dan is het wel duidelijker natuurlijk. Oké, en dan zo inderdaad naast het spoor richting het industrieterrein. Ja. Steven, in het voorstel vandaag, waarom is daar eigenlijk gekozen voor een brug en geen een tunnel? Voor de fietsers.
Ja. Precies Oosterweel, Kim. Ja, we zijn hier zo, dat is zo de ene brug naast de andere. Hè. En stel me dan de vraag, want een brug is volgens mij, alleen voor degenen die het gebruiken, moeilijker dan gewoon een tunnel te leggen. Is gewoon rechtdoor. Hè. Terwijl hier maken we dan een brug en dan zit daar nog een lusken in. En allee, dat is toch qua architectuur... Ja, maar je hebt het over hier aan de tram al, Kim. Is het meer in de diepte, maar... Want hier aan de tramhalte, Kim, is dat toch omdat die tramhalte hoger is, juist daar, hè? Volgens mij toch, hè? Want die bussen rijden daar nog onder. Ja, het is, allee... Heeft dat toch geen zin van die... Ik zie het niet goed, hè? Maar... Als je die in een 3D van... als Steven straks die in een 3D nog eens toont, van de tramhalte zelf, hè? Ja, die kan ik nog. Je kunt niet anders als dat doen, hè? Die staat op het laatste dingen van die PowerPoint, hè? Dat is omdat je over het spoor moet en omdat je toch al een brug hebt. Ja. Door tram je ziet, volg je gewoon de brug. Je komt uit aan je inkom, voilà. Eigenlijk de inkom van je tram, snap je? Ja. Dus je komt, dat is, allee, je wordt daartoe, naartoe geleid, zo in de hoogte, richting de, allee, je tramstation. Alles is daar juist in de hoogte. Vandaar dat die fietsbrug, dat hier een fietsbrug is, inderdaad. Ja. Want de tramhalte is omhoog. Dus het is eigenlijk om op het fietspad te geraken vanaf de tramhalte, is die brug naar beneden. Hè? En omgekeerd omhoog om op de tramhalte te geraken. Ofwel kun je beneden afstappen en de lift pakken. Hè? Nu bij de laatste bespreking... Op de parking zitten. Hè? Zei men dat men die twee wel ging loskoppelen, de fietsbrug en de halte. Men heeft daar op voorhand ook altijd over gesproken, van ja, dan kun je inderdaad zo en dan kun je met je fiets... Zo naar het perron gaan en dan met je fiets op de tram. Hè, als het zo'n plooifietsje is. Maar blijkbaar willen ze dat niet meer. Willen ze die twee wel loskoppelen en staat dus de brug wel deels los van de perron. En als je dan naar het perron wilt gaan, moet je de lift of de trappen nemen. Dus als je dan met je fiets... dan moet je de lift nemen eigenlijk. Die zal groot genoeg zijn. Ik vind het nog altijd een beetje een raar ontwerp, omdat je daardoor, naar mijn mening, die twee lussen... Dat pakt ongelooflijk veel plek in. Maar architecturaal kan dat iets heel moois zijn. Hè? Dat kan veel in het groen gewerkt worden. Ja, functionaliteit, Steven, hè? Dat is niet altijd zelfs. Nee. Je komt de architectuur aan de functionaliteit, dat is niet altijd... De overkant van het spoor is toch ook wel anders moeilijk te bereiken dan met een brug. Hè? Kun je toch geen tunnel onderleggen? Allee, tenzij dat Infrabellen zijn andere plannen had gedaan, maar... Maar daar komt ook een fietssnelweg uit, hè? Dat vroeg ik je wel af. Hè? Dus die zit daar langs de andere kant. Hè? Dus die komt daar ook nog ergens voorbij. Die gaat natuurlijk ook bovengronds liggen. Dus gelijk met de A12 gaat die ook naar boven. Anders moet die de spoorlijn kruisen. Dus die loopt aan de oostzijde. Maar ik vermoed dat er wel ergens een aftakking gaat zijn. Waardoor dat je hier ook weer onder kunt steken. En dan daar ter plaatse kunt komen. Ik wou nog iets zeggen, het lijkt me logisch. Excuseer. Ja, dat je wel gemakkelijk van die fietsnelweg aan de oostkant van de A12 dan gemakkelijk op het perron van de tram kunt geraken. Hè? Hmm. Dat het in verbinding staat. Dus de A12 oversteken kun je natuurlijk niet. Hè? Dus wat gaan ze dan doen? Dan gaat je hier naar beneden moeten rijden, denk ik. Ergens met een draairichting. En dan kom je hieronder en dan kun je hier de lift nemen. En dan zit je op je perron, hè. Nu, de reden waarom dat ze het perron ook aan de westzijde voorzien hebben, is omdat daar ook de kern van Londenzeel ligt. En omdat de visualiteit ook wel belangrijk is. Hè. Als je die langs die kant zou plaatsen, is dat niet zo interessant. Het perron ligt centraal tussen de twee sporen, als ik de tekening goed lees. Hè. En dat wil dus zeggen dat je feitelijk vanaf die voetgangersbrug of fietsersbrug dus nooit op dat perron kunt geraken, want de spoor gaat ertussen liggen. Hè. Hmm. Nee, je moet hier die trappen en lift koker gebruiken. Hè. En die gaat dat was om te zeggen waarom. Ja, wil je die in 3D nog eens tonen van het laatste bladzijde? Ja. Dan kun je dat eens wat vergroten, Stendia. Als je die wat dichterbij kunt brengen, denk ik dat daar wel al iets meer te zien is. Oh, ja. Dat was niet meer de bedoeling, denk ik. Ja, eigenlijk moet het eerst downloaden, dat document dat je nu open hebt, en dan kun je er nog makkelijker vergroten, denk ik. Maar dus daar zouden kinderen, zie je inderdaad die fietsbrug afkomen. Dus dat hangt volledig naast een tram, die fietsweg dan.
Hè? En die tram komt daar inderdaad tussen de fietsweg en het perron, hè, zoals... Ja, ik zie dat dus niet. Ah, ja. Ik zie ook geen fietsbrug staan. Ja. Ja, die fietsbrug die stond hier nog. Ah, pardon, die staat er niet op, want je ziet het huis nog staan van Jan en, hoe heet ze daar? Hè? Robert. Jan en Barber, officieel. Ja, dus dat huis staat daar en de fietsbrug komt echt vlak voor je voordeur. Ja, dus de fietsbrug staat hier inderdaad niet op. Ja, dat is die oude... lijkt dat perron ook redelijk ver te komen, of is dat nu... Hier komt dat zelfs tot over de Mechelstraat, of is dat effectief de bedoeling? Nee, het zal iets korter zijn. Het was de hoogte van de Citroën-garage, hè, Steven. Ja. Ja. Daar zijn een bocht, zijn een kronkel dan. Ja. Dit is de meest recente schets. Het is een extra strook. Hè. Het is natuurlijk de na-12 verbreed. Hè. Het is een extra strook. Hè. Dat moeten we wel... Allee, dat is wel, hè. Dat wordt ingepakt. Hè. Bijvoorbeeld aan de UP-koud komt daar ook echt een keermuur, hè, waar dat in een tram achter zit. Dat is dan hier, hè? Ja, als je ziet, het neemt inderdaad veel plaats in, hè, die op- en afrit. Ja, ja, daarvoor wordt ook overal nog onteigend, hè. Ja, hier. Voor die breedte. En hier. En dat is de Citroën-garage hier, hè? Ja. En die blijft. Ja, het probleem daar is die blijft, hè, dat gebouw, dat staat hier nog opgetekend. Maar die krijgt natuurlijk hier wel een voetgangers- en fietszone voor zich. Die heeft momenteel hier zijn parking. Die kan die nog wel naar hier leggen. Maar we zijn er eigenlijk nog niet aan uit. Allee, dat is ook in samenspraak met hem natuurlijk. Of dat hij inderdaad zich kan herorganiseren. Of dat dat gebouw, ja, als hij zegt van kijk, ik stop ermee, ik verkoop de boel. Ja, dan gaat dat natuurlijk wel een mooie ligging zijn voor daar iets anders mee te doen, hè, vlakbij die tramhalte. Dus dat zal altijd wel een oplossing krijgen. Maar hoe dat gaat verlopen, zo concreet weten we dat nog niet. Er zijn gesprekken geweest tussen de werkvennootschap en de eigenaar. Ook met die eigenaars van die woning zijn er ook gesprekken geweest. En men is eigenlijk aan het aftoetsen van ja, wat de toekomstplannen ook van die mensen zijn. Het beste zou zijn dat die bestaande restanten van die bebouwingen, dat die op termijn ja, een nieuwe invulling krijgen, dat hier een mooi stationsplein kan komen en niet dat hier nog huisjes staan. Hè, maar ja, daarvoor is de mening van die mensen ook wel belangrijk. Men heeft dat al bevraagd en dacht dat ze er wel in mee wouden gaan, die mensen. Maar ja, dat is niet van dag 1 op dag 2. Is dat niet beslist en dat gaat ook over de prijs en zo. Dus dat zijn discussies die nog aan de gang zijn natuurlijk. Tussen de werkvennootschap en die mensen zelf. Ik had ook nog een vraag. Worden er kiss-and-ride zones voorzien langs de Mechelstraat en de Meerstraat? Langs de Michelstraat en de Meerstraat. Dat bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zo daar iemand gaan afzetten. Hier zo, hè? Bijvoorbeeld, ja. Of in de Meerstraat. Er moet dat daar wel een oplossing van moeten geboden worden, maar als je trakte wel, het ontwerpbureau van de werkvennootschap is dan nog verder aan het uittekenen. Ook naar de halte van de bus. Hoe dat de bus daar gaat stoppen, moeten zij ook nog uitwerken. Ze hebben hier nog wel wat ruimte om eventueel een kleine stelplaats te maken. Gaat dat doorgaan? Gaat dat niet doorgaan? Dat is nog niet gefinaliseerd. Ze zijn daar eigenlijk ook nog bijkomend onderzoek aan het doen. Maar zo'n kiss and rides zone is wel superbelangrijk natuurlijk voor zo'n... Voor zo'n knooppunt, hè, zo'n mobipunt. Zeker ook als de trein daar nog eens bij komt, is dat ideaal natuurlijk. Dat zou dat wel een goed punt zijn, moest er zo'n kiezeraad zijn. Dus, maar dat zou de omgeving van de bussen moeten komen, vind ik. Dat een beetje gecentraliseerd is. Stoppen, afzetten, terug, weg. Ik veronderstel dat je dat wel gaat kunnen doen als je via de slang rijdt bijvoorbeeld. Of gaat dat weg? Dat je zo in het industriepark komt en dat je daar dan eigenlijk onder de A12 kunt richting de parking van de tramhalte. Dat je die beweging kunt doen eigenlijk. Zo. Ja. Maar dan komt er wel op de fiets
bestaande fietsweg terecht. En je moet ook zien dat ja, die fietsweg ligt langs die kant. Hè. Naar Kapel. Hè. En daar moeten we toch geen... Die gaat weg, denk ik. Hè. Of dat verandert toch in de fietsnelweg? In die richting niet, hè. Nee? Nou ja, oké. Okay. Ik denk dat het inderdaad gezegd geweest is dat hier een kiss-and-ride zone zou komen. Maar ik kan me voorstellen dat in werkelijkheid mensen toch daar hun kinderen gaan afzetten. En niet helemaal gaan rondrijden, maar die gaan dat toch daar doen. En dan gaan ze hun in Delft van straat zetten en dingen blokkeren. Ja, dat gaat sowieso ja. gebeuren. Dat klopt. Hè. Allee, dat is het gemak natuurlijk. Hmm. Ja, misschien moeten we dat toch meegeven. Mag ik even tussenkomen? Ja, Bart, ja. Doe maar. Het is Tom, Mark, maar allee. Ah, Tom. Maakt niet uit. Je moet natuurlijk wel oppassen, want elke faciliteit die gecreëerd gaat ook extra gebruikt worden. Als je een kiss-and-ride aanlegt, gaan mensen zeggen, ah ja, dat is de bedoeling, of het is gemakkelijk om mijn kinderen met een auto af te zetten. Als je ze niet aanlegt, gaan ouders misschien gemakkelijk zeggen, ga maar rap met de fiets. Ik bedoel, de discussie die vandaag nog opnieuw was over de verbreding van de ring, waar de modellen voorspellen, we gaan de ring op bepaalde plaatsen verbreden, en de modellen zeggen, en binnen 10 jaar zit ook die verbrede ring vol. Want als je ruimte creëert, wordt ze ingenomen. Hè. Dus ik zou daar toch voorzichtig mee zijn, want als je iets creëert, wordt het gebruikt en gaat het vaak gebruikt worden. Okay. Ja, maar anders gaan de mensen nu gewoon op straat zitten, vrees ik. Ik denk dat ze het toch gewoon gaan doen. Goed. Allee, ja, zo denk ik. Hè. Mag ik... ja, Bart, jij nu zeker? Hè? Ja, er was even het woord bussen aangehaald. Ik had dan even in die startnota gekeken. Het aantal bussen was nogal vrij beperkt. Of het aantal lijnen dat daar waren opgenomen. Ik denk dat het enkel 461 en 886 was naar Mechelen. Ja, dat zijn die bussen. De 461 die nu over de autostrade rijdt. En de 8, ik weet het niet, de lijn naar Mechelen die langs de Mechelse straat gaat. Maar ik vind dat nog wel en dat heb ik ook gezegd bij de presentatie. Je moet toch rekening houden dat je daar met redelijk wat meer bussen gaat maken hebben. Want het gaat toch te bedoelen zijn. Het noemt hop-in-punt. Dus dat er voor- en naverkeer ook mogelijk zou zijn met bussen. Dus we gaan daar toch met op de spits gaan we daar misschien met 10 bussen per uur zitten. Hè? Dus en dan moet er plaats voor zijn. Hè? Dus, en dan zeggen dat, dat we die bussen dan naar de stelplaats kunnen zetten. Dat denk ik dat een beetje te eenvoudig is. Ik denk dat er toch een redelijk aantal echte perrons moeten voorzien worden, zodanig dat de mensen een korte afstand hebben tussen, tussen de twee vervoersmodi. Hè? Dat was mijn opmerking in haar enerzijds het rapport en anderzijds wat er gezegd was toen. Wanneer was het? Half april of begin april zeker? Of einde maart? Oké. Okay. Ja. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Heb jij nog iets toe te voegen, Steven? Ik niet, nee, maar ik zie Sanne wel haar vinger opsteken. Ah, Sanne terug. Oké, okay, Sanne. Ja, even op Tom zijn opmerking in te gaan, hè, van je creëert meer mogelijkheden. Daar volg ik wel in de zin van die 250 parkeerplaatsen die in de startnota zijn opgenomen, als ook eventueel nog een extra parkeergebouw eraan toevoegen. Ik vrees dat we dan een beetje de voorstad van Brussel gaan worden. En ik denk dat toch echt niet de bedoeling mag zijn van onze gemeente. Dit is echt een belangrijk dossier in zaken bereikbaarheid. En Brussel wordt voor ons meer bereikbaar, maar dat gaat ook omgekeerd zo zijn. En als je dan toch die modal shift wilt bewerkstelligen, vind ik niet dat je bijkomende infrastructuur voor auto's moet voorzien daarin. Goed. Wat dat er nu in staat is 125 om te beginnen, hè, parkings. En dan dat tweede van 250 is dan eventueel in een volgende fase. Maar dat is inderdaad wel terecht dat je zegt, je moet het ook niet... daarom dat die een tram ook
zo lang uitgesteld is, langs de andere kant, richting Leuven enzovoort. Om die reden dat heel wat gemeenten gezegd hebben, wij gaan er niet de buitenparking worden van Brussel. Hè. Dus de randparking van Brussel. Dus als ze het schrik hadden dat dat een aantrekkingspoging zijn, die parking van overal, om dan naar Londerzeel dan te komen parkeren en hier de tram te pakken. Dus dat moeten we inderdaad wel bekijken als dat MER verder wordt onderzocht op mobiliteit van heel de omgeving, van hoe trekken we wel of niet volk aan, moeten we dat inderdaad wel mee bekijken. Daarom staat dat hier wel in twee fasen, die parkingen. Dus die tweede van dat gebouw dan te zetten, dat zou dan toch niet direct zijn, als ik het goed begrepen heb. Dat zou ik toch ook willen tegenhouden dan. Dus ook gekoppeld aan een trein. Hè. Als het treinstation er ook nog bij komt, dan gaat dat opnieuw een impuls geven. Dat zijn nu plaatsen die bij het huidige treinstation staan. Ja, daarvan gaan ze dan uit dat die verplaatsen naar deze plek. Hè. Plus ja, misschien nog wat kantoren erboven, boven die parking. Ze zien dat ook later als een gebouw. Vandaar dat men dat een beetje verzamelt voor die bovenlokale functies. Maar dat moet inderdaad goed over nagedacht worden van wat is nu het juiste aantal dat we daar mogen of moeten voorzien. Hè. Ik denk dat dat wel een terechte opmerking is. En niet alleen parkeerplaatsen, maar ook fietsstallingen. Hè. Als het station een parkhuis, dus dat ze er wel aan pakken. Nog iemand? Ja, ik ben het eens met de opmerking van Sanne, dus ik zou dat eigenlijk ook liever niet doen dan wel. De reden waarom dat daar in der tijd ingezet is, omdat natuurlijk de uitdrukkelijke vraag is om... Oké, er komt één halte in Londerzeel die in het centrum ligt. Natuurlijk moeten we wel zien dat er ook voor Malder en Steenuffel, dat die daar ook natuurlijk kunnen gebruik van maken. Dat was de reden waarom dat die daarin lag. En daarom ook dat de reden, wat Steven uitgelegd heeft, dat we gezorgd hebben dat die parking wel moeilijk te bereiken is. Het is te zeggen, als je van Steenuffel of Malderen komt, gaat dat die paar honderden meter extra niet veel uitmaken. Maar voor de mensen van Londenzeel is dat wel een serieus omweg om te vermijden dat ze ook voor een paar honderd meter de auto pakken. Maar een tweede voorwaarde was wel dat er dan in Willebroek een gigantische parking zou komen. Steven, is dat nog altijd, ligt dat nog altijd op tafel? Want als dat niet het geval is, dan zitten we natuurlijk wel met een probleem. Dat is toch het verhaal dat de werkgenootschap nog altijd aan ons meedeelt. Hè? Dus dat de eindhalte, dat daar de grote parking gelegen is. En dat het de bedoeling is van naar daartoe te verzamelen. Dan wordt ook de tram optimaal gebruikt. Hè? Omdat die dan van in het begin toch wel wat volk gaat aanlokken richting Brussel. Natuurlijk, ja, het is niet omdat je dat wenst en dat je dat voorziet. Dat mensen ook zo gaan redeneren natuurlijk. Soms denken ze ook van hoe langer, minder lang dat ik op de tram zit, hoe minder dat mijn abonnement kost bijvoorbeeld, omdat ik dan minder haltes moet doen. Of laat iedereen maar naar die grote parking rijden en ik wel ergens op dat parkingsje staan van Londerzeel. Dus dat kan nog altijd wel een andere invloed door het gedrag van de mensen krijgen. Maar ik denk dat de geest wel goed zat van in het begin. Met die grote parking in Willebroek en dan die kleinere parkings op maat, op de lokale maat dan, meer naar Brussel toe eigenlijk. Hè. Worden dat gratis parkings? Ik denk dat daar nog geen uitspraak over gedaan is, denk ik. Het parkeerbeleid, dat gaat nog moeten uitgedokterd worden. Hè. Ook in de schrankaart moet je ook een ander parkeerbeleid gaan voeren. Anders gaan ze gewoon allemaal in die straatjes toch gaan staan en dan te voet die 100 of die 200 meter nog gaan doen. Dus ik denk dat daar nog een parkeerbeleid gaat moeten verder uitgewerkt worden. Parking trouwens, Steven, de parking is in beheer van de gemeente? Nee. Ik vermoed dat wel, ja. Vermoed dat wel. Ik dacht toen dat de werkgenootschap die parking ging beheren, Steven? Beheren ook? Ja, dan beheren we. Ik weet de aanleg, daar was vroeger ook al discussie over, maar ik dacht dat ze dat wel voor zich hadden genomen. Maar het beheer... Ik meen mij te herinneren tijdens een overlegmoment dat men, ik geloof dat Joost Swinnen was, of wie was het, dat zelf aangaf van kijk, ja, beste gemeente, u zal uw Mechelse straat, zoals Greet daarnet aanhaalde, u zal uw Mechelse straat moeten afstemmen op de trafiek die daar afspeelt. Dus
Voor mij was dat redelijk duidelijk dat die rond al wat aan parkeerfaciliteiten, dat zij zich daar niet mee bezig hadden. Maar dat ging, Connie, over het feit dat we altijd gezegd hebben dat we, als die parking er komt, dat we voor die schrankkaart en zo, maar ook de kant van de Mechelenstraat, dat daar een blauwe zone zou ingevoerd worden. Hè, zodanig dat mensen niet kunnen daar 's morgens komen parkeren met hun auto en dan een tram pakken en 's avonds terug naar huis rijden. Dat, ik denk dat dat daarover ging. Hè, dus dat altijd gezegd is dat we... Ja, dat je daar moet een beperkt parkeren in, of met de snoots met een beperkte bonuskaart of zo, maar dat je... Allee, dat mensen niet daar op de parking zeg maar iets kunnen komen, allee, in de straat komen parkeren een ganse dag. Ik denk dat het daar een stuk mee te maken had. Wat gaat dat dan doen? Want de bedoeling is van de mensen vlug van Londerzeel en Brussel even voor de A12 te ontlasten. Mensen gaan dus hier komen, iemand van Walderen gaat daar zich parkeren om naar Brussel via de tram gaan te gaan werken. Dat is dan wel een hele dag. Te gaan ontmoedigen. Ja, maar niet op de... Het gaat over de... Het gaat, waar ik nu spreek, Mark, gaat over de Mechelenstraat en de Schuilkaart en zo. De parking aan zich natuurlijk. De grote parking, uiteraard, daar moet je een ganse dag kunnen staan, want anders heeft het inderdaad weinig zin natuurlijk. Maar als de parking te groot is, Mark, dan komen ze ook bijvoorbeeld van Buggenhout, die moeten eigenlijk naar de N16 rijden. Of, ja, daar maak ik een beetje bang voor. Die moeten, en die kunnen naar Willebroek, bij wijze van spreken. Die zullen dan misschien wat omweg vinden, maar als ze hier geen parkeerplaats hebben... Dan gaat dat... dat is toch de bedoeling. Dat is dan ook heel belangrijk, ons mobiliteitsplan, dat er ook... En dat moet er ingekaderd worden ook, hè, van mensen dat van Ginder komen afsnijden, dat die niet naar hier komen, hè, maar dat die dan de weg vormen en de zin... Voilà, duurt al, hè. Dus ik spreek terug over de Watermolenstraat en heel de problematiek en heel dat gebied. Ja, die moeten niet los door Malder en Londerzeel dorp om naar dingen te komen. Of het nu zal het Sint-Josef zijn, hè, dat... om naar het industrieterrein te gaan, bijvoorbeeld. Kan ook. Dus dan moet je inderdaad bekijken met heel de dingen. Dat gaat die MER-studie, gaat die mobiliteit veel verder gaan moeten bezien. Hè. Daarom dat een goede opmerking is ook van die parking niet te groot te maken. Die fase 2 zal ook heel doordacht moeten zijn. Nu, als je ze zelf beheert natuurlijk, kun je ook zelf je tarieven bepalen. Hè. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen dat je bewoners van Londerzeel gratis toegang geeft en mensen van buiten Londerzeel een serieuze tarief aanrekent, bijvoorbeeld. Hè. Nou, zo kun je ook wel een beetje sturen. Dat moet ook allemaal bekeken worden dan, maar toch zeker rekening mee gehouden worden. Ja, Kim, jij vraagt ook het woord. Ja, ik heb nog één klein vraagje. Ja. Dat is naar welke randfaciliteiten zijn er mogelijk? En wat is er vandaag voorzien? We hebben nu net gesproken over het mobiliteitsstuk. Maar uiteindelijk is dat wel een redelijk groot stuk, wat dat toch wel elke dag wat mensen gaan passeren. Dus wat is er daarnaast nog mogelijk aan activiteiten binnen ganse trip? Ik denk aan handel, ik denk aan kantoorruimtes, ik denk aan andere dingen die dat eigenlijk heel dicht gelegen zijn bij die tramhalte. Dat is een goede vraag, want die is eigenlijk nog niet aan bod gekomen. Dat is een beetje dit verhaal. Maar ik ben niet aan het twijfelen, ja. Ik denk dat hier nog wel een beetje te veel bomen op staat. Het is nog een oude schets, een van de alternatieven. Maar ik kan het hier wel op uitleggen. De grote lijnen zijn hier wel juist. Dus het wonen, hier wordt een woonuitbreiding voorzien, maar die zit niet in het RUP. Dus die wordt ook niet op korte termijn gerealiseerd. Dat is eigenlijk op langere termijn. Hè. Eigenlijk een soort verbinding van het centrum richting de tramhalte. Dus de tramhalte ligt hier. Dat is de spoorlijn, dat is de A12. Een lokaal parkje met wat recreatieve voorzieningen wordt eigenlijk hier ten zuiden van de spoorlijn voorzien. Met eventueel nog bepaalde functies die dat erop kunnen aansluiten. Een klein beetje wonen, maar ik denk dat hier nog te veel wonen opgetekend is. Ik ga misschien subiet de juiste schets laten zien, maar het is wel handig dat hier zo'n aantal items staan. Kantoor en KMO richting de A12, omdat het college ook zei van ja, wonen naast die A12, dat heeft geen zin. En dat is dan een beetje een werkomgeving nabij die tramhalte. Dit verhaal heb ik daar gedaan, dat is voor die betere verbinding naar het industrieterrein, zodat die inderdaad ook zo naar die tramhalte kunnen gaan en ook naar de rest van het centrum met de fiets en te voet. Dus dat is dat verhaal. En dan kunnen hier nieuwe volumes gecreëerd worden in dat noordoostelijke kwadrant.
in het noordwestelijke kwadrant wordt dan hier ja, in eerste instantie gewoon een parking op begane grond voorzien. Maar moest dat nodig zijn en moesten daar nog bepaalde functies bij komen, kan dat ook nog een parkeergebouw worden. En hiervoor ziet men eigenlijk een soort van bovenlokaal park, waar dat eventueel een evenement kan in plaatsvinden. Bijvoorbeeld Cirque du Soleil, moesten die naar Londenzeel willen komen, dan kan daar tijdelijk zoiets voorzien worden. En dan heb je inderdaad ook die tramhalte die dat bovenlokaal effect grotendeels opvangt. Hè. Dus dat is ook wel een positief verhaal. Dan kan je de tickets gaan combineren met het ticket van de tram voor mensen die van het noorden of van het zuiden komen. En dan heb je daar ook een beetje een kruisbestuiving, zowel voor het tramgebruik in de weekends dan vooral, als recreatieve park dat daar voorzien is. Dat is een beetje de hoofdmoot, maar ik ga nu eens even voor de zekerheid de juiste schets laten zien. Die staat in de nota, ik dacht op pagina 71. Zien of ik denk dat daar inderdaad iets minder wonen op aangeduid is. Ik zie het op aan te ver. Dit is uitgeschreven welke functies dat ik daar juist verteld heb. Dus de lokale functies ten zuiden van de spoorlijn. Dan die implementatie van die bovenlokale recreatieve functies ten noorden van de spoorlijn. En dan de uitbreiding, de uitbreiding van de bedrijvigheid ter hoogte van de tramhalte, zoals ik daar juist gezegd heb. En hier gaat het dan, dat is ook een hele belangrijke. Dus de verbinding tussen het centrum en de tramhalte. Ja, momenteel zijn die zachte verbindingen nog niet gemaakt voor de voetganger en de fietser. En daar moet ook volop op ingezet worden dat daar inderdaad ook die verbindingen mogelijk gemaakt worden natuurlijk. Hè. Want het centrum zal zeker betrokken moeten worden met die tramhalte. En dan hier een beetje verder denk ik dat die juiste schets vermeld staat in de tramhalte. In de startnota, excuseer. Allee. Ja, het is toch dezelfde schets. Maar ik vind dat hier nogal veel woning op stond. Maar het is wel gecombineerd met bedrijvigheid. Het is een combinatie. Ja, inderdaad, dat wonen dat stond hier nog ver op. En herinnert u dat de vrouw van de buur dan daar plotseling iets zei van een schooltje en een ding, dat zij ook daar gesitueerd waar dat je nu die woningen aanduidt in grotere gebouwen. Een schooltje en een jeugdhuis en zo, dat we eigenlijk ook een beetje uit de lucht kwamen vallen, want er staat ook in de startnota niet letterlijk iets van in. Daar stond iets van, misschien zijn er nog bovenlokale gebouwen waar dat je nog iets kunt, of lokale gebouwen waar dat je de kern mee kunt enerzijds versterken, maar toch niet iets dat je uit de kern trekt. Dat was niet onze bedoeling natuurlijk. Dus daaruit heeft zij dat bij die grotere roze gebouwen gezegd. Maar wij waren daar ook niet voor van dat woongebied zo ver te gaan rekken. Hè. Als je voor de mobiliteit ook weer. Hè. Maar dat is rechtgezet in de startnota, in de huidige startnota staan die functies niet meer opgezond. Ja, dat staat er wel veel duidelijker in. Ik denk dat dit niet de recentste tekening is, maar ik zie ook geen ander zo'n dingen uit de aangepast is daarvan. Ja, hier verder heb je nog zo de alternatieven. Dat is dan zo, met hier dan niet dat bovenlokaal park en zo. Die staan een beetje verder vermeld. Maar dat zijn eigenlijk de alternatieven. Hè. Dat is, hier bijvoorbeeld is niet dat evenementenpark voorzien. Dan de volgende schets, dat is een onderzoek naar de alternatieven. Dat moet ook altijd in de startnota gebeuren. Dat is dan een versie. Ik denk dat deze versie met meer wonen was. Dat was met die parkwoningen die voorzien waren. Maar dat was echt mee. Daar had het college van gezegd van, ja, kijk, we gaan hier in die zone nu toch ook niet te veel dat wonen gaan stimuleren. Die afwerking van die achterkanten van die woningen, dat is een goed idee, maar
met 4 lagen daar gaan beginnen richting dan die tramhalte. Dat is niet echt onze bedoeling. En dan heeft het college ook gevraagd van toch wat meer bedrijvigheid daar te voorzien, kantoren en bedrijvigheid. En dat is dan die versie geworden dat ik dat juist laten zien heb. Als je ziet wat je al opzomt en die gebouwen en die alternatieven en de evenementenpark en zo, dus dan wil ik terug even opkomen op het mobiliteitsgegeven naar het noorden en ook op andere plaatsen misschien. Kunnen wij dat wel aan? Want dat zijn dus wagens, als ze iets zo te doen, die komen allemaal tegelijkertijd. Dat zijn honderden wagens in één keer. Daar kan misschien parking genoeg voor zijn. Ik weet het niet. Hè. Is dat dan voorzien voor zoveel mensen op te vangen? Want dat is de discussie. Werk-woonverkeer, de auto parkeren op de parking en dan richting Brussel of dergelijke rijden. Dat is al een heel ander gegeven, hè, als ik dat zie. Dat is ook de discussie dat we daar juist gevoerd hebben. Hè. Maar ja, denk ja. Ik, van hoe groot gaan we die parking voorzien? Die tramhalte is ideaal eigenlijk. Dat is vooral het gegeven in onze straten, dat bedoel ik. Hè. De drukte en verkeersdrukte en die dingen. Hè. De tram gaat je niet voelen. Hè. Mark, de tram gaat je niet voelen als daar veel volk op zit. Er zullen veel mensen, als er een activiteit is, een evenement of een optreden, gaan die niet allemaal met een tram komen. Hè. Dan gaan de helft. Of 3/4 met een auto komen. Hè? Allee, ik zou zeggen, zelf met een auto en die al te voet, of met de fiets en die met een tram. Ja, dat bedoel ik. Hè? En dan spreek je over de parking, maar ook de verkeersdrukte binnen ons Londerzeel-centrum. Toch een stukje buiten het centrum, toch? Hè? In het centrum, maar buiten de dorpskern. Hè? Zoals de wijk, zwembad en die dingen allemaal. Dat je, ja, ze komen van alle kanten die richting op. Hè? En dan allemaal naar de Deltabrug, of toch naar. En dat is een opmerking dat ik ook weer al wil geven, ons mobiliteitsgegeven naar de desbetreffende parking en het drup. En naar het drup, alleen naar het hele drupgebied, ik zal het zo zeggen. Inderdaad, dat recreatiegebied, hè, daar heb je het ook op. Hè. Als je zo'n recreatiegebied voorziet, dan moet je inderdaad de draagkracht van wat dat we willen. Hè. Daar was ook sprake, of buur zegt, ja, je zit langs de A12, dus je kunt daar iets, hè, de plantentuin van Meissen gaan na, of dezelfde aantrekkingskracht hebben. Of je kunt daar, maar onze bedoeling was eerder van, je kunt daar eens een grote tent zetten dat je niet op de burcht kunt zetten, bijvoorbeeld, wat dat je iets kunt, een optreden kunt doen. Maar dat is natuurlijk niet om het sportpaleis daar te gaan organiseren. Hè. Dus het gaat eerder dan zijn iets dat je niet in je dorpskern doet, dat je dat daar doet, dat de jeugd daar wat kan komen op een bikepark kan komen zitten of wat is het, en zo'n dingen. Dat je daar wel binnen dat recreatie, dat groen recreatiegebiedje, dat je daar wel wat kunt organiseren. Maar ik denk inderdaad, als we daar willen iets groter doen, dat we met die parking van 125 wagens dan, hè, dat we moeten zien buiten de trammuren, dat we daar de draagkracht van moeten mee inschatten, inderdaad. Ik vind dat toch een niet onbelangrijk gegeven, het mobiliteitsgegeven. En dan ook, we zijn ons mobiliteitsplan bezig. Ja, de stand van zaken, is dat daar al aangepast? Moet dat eraan passen? Komt dat daar niet? Want we kunnen nu een mobiliteitsplan nemen en dan gaan al die zaken komen. En binnen 5 jaar gaan we zeggen, ja, onze mobiliteit moet terug. Dat is wel allemaal weggesmeten geld. En gezien dat op het moment dat het straks het mobiliteitsplan zal af zijn, dat we al moeten zeggen, nee, het is al verouderd. Het klopt niet met de toekomst. Dus we moeten heel toekomstgericht ons mobiliteitsplan opstellen. Als we met dat allemaal rekening houden. Hè. Want dat is een groot impact op grond. Alleen op het groot stuk van Londen, van het centrum. Hè. Dus, ja, niet ja, dat sowieso. Hè. Ja, sowieso gaat dat erop afgestemd moeten zijn. En op afgestemd sowieso is de bedoeling van het mobiliteitsplan van uw kern te ontlasten enzovoort. Hè. Dus dat je ook met uw verbindingen, en je hebt gezien dat de bedoeling was van zoveel mogelijk trage wegen naar de tramhalte ook te leiden en van te zorgen dat mensen daar op dat moment ook niet. Niet allemaal met de wagen naartoe komen. Hè? Dat je dat iets niet zo bovenlokaal doet dat het geen sportpaleis wordt, zoals we zeggen. Dus dat nemen we zeker mee, Mark. Oké. Okay. En Steven, jij bent nog altijd ons allemaal aan het delen. Ja, ik ga stoppen daarmee. Ja. 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 Dat kan je kwaad, maar nu is het voor je gezichten te zien. Steven, ik denk dat jij ondertussen uitgepraat bent. Ik weet niet, zijn er nog vragen of opmerkingen van de anderen? Want ik wil Steven bedanken voor zijn toelichting. Een heel beknopte toelichting. Proficiat, dank u.
En dan kunnen we overgaan naar ons volgende agendapunt. Ik weet niet of onze volgende spreker al aanwezig is, Anne. Ik heb wel nog een vraag. Dus dit gaat nu naar de gemeenteraad komen. Hè? Dus we moeten wel zien, is het echt de bedoeling van hier nog dingen aan toe te voegen van die bezorgdheden dat we hier nu geuit hebben? Of kunnen we met dit naar de gemeenteraad gaan en zeggen van oké, dit gaan we in openbaar onderzoek en dan kunnen we nog altijd vanuit de verschillende instanties gaan we dan nog altijd onze bedenkingen en het, de opmerkingen van de burgers natuurlijk meenemen daarin. Hè? Ja. Ja, Sanne, geef de kantje omhoog. Ja, net dezelfde opmerking als Leen. Ik wist niet goed wat het vervolg ging zijn. Na dan deze bespreking van de startnota, gaat dan de startnota dat we nu besproken hebben, gaat deze integraal voorgesteld worden op de gemeenteraad? Of worden onze opmerkingen die we nu gegeven hebben, daarin al meegenomen? Want ik vind het, ik denk dat ik het echt moeilijk zou vinden om de startnota die hier voor ligt, op de gemeenteraad goed te keuren, terwijl het er zoveel randopmerkingen al zijn gegeven. En dan hebben we nog maar een eerste blik geworpen eigenlijk op die startnota. Dus ja, ik wou gewoon eigenlijk weten wat het vervolg gaat zijn. Nu moet wel zeggen, in de startnota staat wel natuurlijk dat heel wat van die dingen, ook wat we nu gezegd hebben, dat nog altijd in het onderzoek zit. Hè? Dus die mobiliteit, die paar dingen die we zeker gezegd hebben, ook het feit van hoe bovenlokaal is die recreatiezone, hè? Ook die dingen, dat parkeren, dat zit daar nog altijd in, binnen het onderzoek nog altijd. Hè? Dus die startnota staat ook heel duidelijk in. Er zitten nog geen vaste dingen in, dat zijn wel al vooronderzoeken gebeurd, maar dat gaat nu nog verder onderzocht worden met de situering die dat er nu gebeurd is. Dus we hebben nu alleen die zonering gedaan. Daar zijn een aantal voorafnames geweest vanuit studies dat er al geweest zijn, maar dat staat heel duidelijk ook, als je de startnota leest, staat ook heel duidelijk in dat er nog heel wat dingen in onderzoek zijn. Dus het is nu niet dat we hier nu de opmerkingen die we gemaakt hebben, dat er helemaal geen rekening zal mee gehouden worden, hè. Dus we geven eigenlijk een soort startschot, zeg maar, om dan naar de burgers toe over te stellen. Ja, voilà. En tegelijk zijn wij daar ook verder bij die planning dan betrokken van hoe dat nu verder gezet wordt. Zoals in het begin die procesnota, daar staat het eigenlijk ook wat in, hè, het proces. Hoe gaat dat proces nu verder? Dit is eigenlijk echt een eerste worp. Van dat, zo zien we dat, die zonering en die dingen. En van daaruit gaan we het onderzoek doen van, naar meer definitieve inrichting. Alles zal ook afhangen van tegelijk het RUP van de tramhalte zelf. Dus hoe dat de werkvernootschap de inrichting van de tramhalte ziet. Zoals we daar net al over dat fietspad en fietsbrug en gaat er nu naar omhoog of naar beneden. Daarvan moeten wij dan ook definitief weten waar zit nu dat perron. Enzovoort, hè. Of hoe ziet, waar stopt die nu exact? Dat gaan zij ook nog moeten heel duidelijk zijn, want je ziet dat hier al bijna 2-3 verschillende dingen in zitten van hoe dat in elkaar zit, hè, waar dat die fietsbrug niet op staat. Dus ja, dan is het inderdaad nog, maar alleen moeten we die plannen ook op elkaar afstemmen. Oké, Tom, jij vraagt ook nog even het woord. Ja, ik wil even op aanvullen. Wat mij betreft, ik denk niet dat ik die startnota kan goedkeuren zonder daar een paar opmerkingen over te geven. Want oké, ik weet wel, zoiets gaat in onderzoek. Maar als je het zo in onderzoek steekt, geeft dat wel een bepaalde richting aan. Ik denk toch dat we daar wel een aantal dingen nog moeten op zeggen. Nu, ik ben wel altijd bereid, uiteraard, om samen mee te denken. En misschien kunnen we een aantal gezamenlijke opmerkingen geven die door iedereen gedragen worden. Dat zou weer veel sterker zijn, denk ik. Hè? Dus als we nog eens onze werkclub laten samenkomen, ja, wil ik daar zeker aan meedenken. Ja. Want ik denk dat altijd een sterker signaal is als we iets kunnen meegeven dat door iedereen gedragen wordt, natuurlijk, dan dat we in verspreide slagorde daar naartoe gaan. Maar geef het maar mee, Leen. Ja, ik denk ook, we hebben binnenkort terug werkgroep ruimtelijke ordening. He, daar zitten van elke fractie zitten daar twee mensen bij, he, waar dan we daar uw woonlagen mee aan het bespreken zijn, waar dan we ook met het beleidsvisie ruimte ook verder gedetailleerder bespreken. Dan kunnen we dit eigenlijk meenemen en zien. Dan een keer stap voor stap bespreken wat hierin staat en wat daar echt zou een knelpunt zijn of wat we niet aan de bevolking zouden voorleggen. Hè? Ik denk dat we die opmerkingen, als ik nog even mag tussenkomen, die hier nu gemaakt zijn op de commissie, zoals dat trouwens altijd geldt met punten die op de commissie komen en die besproken worden,
dat we die ook in eerste instantie nog eens naar het college uiteraard moeten of zullen laten gaan, hè, om die daar ook eens af te toetsen naar de visie van het college zelf. Ik weet dat dat dan achteraf nog eens breder teruggekoppeld wordt, dat is voor mij geen probleem. Maar uiteraard, er zijn ook een aantal dingen waar dat de visies, denk ik, zo mogelijk niet te verzoenen zijn. Deels wel. Hè. Zoals Daleen zegt, er zullen nog een aantal zaken afhangen van... Ik heb de indruk dat de werkvernootschap ook nog heel wispelturig is. Wispelturig dan wel in de positieve zin van het woord, in de zin van zoekende naar, naar de juiste keuzes en de juiste oplossingen, onder andere met betrekking tot dat perron en die fietsersbrug bijvoorbeeld. Dat is daar een voorbeeld van. Dus ja, ik denk dat er nog heel veel in wording is. Dus we zijn... Maar dus even naar timing toe. We keuren nu de startnota goed. Die komt in mei, ja, in principe op de agenda van de gemeenteraad. Dat is een startnota, dat is geen totale goedkeuring van het project, hè, of toch niet van het RUP. Gaat dan in onderzoek. Het onderzoek wordt terug opnieuw een terugkoppeling, veronderstel, naar de GRC op dat moment. Waarbij dat opmerkingen van dat onderzoek worden meegenomen in totaal, in totaalplan. En uiteindelijk is er daarna nog steeds mogelijkheden om het plaatje aan te passen. Hè. En wanneer zouden we dat dan finaal moeten kunnen afronden? Wanneer moet dit geland zijn? Dat is eigenlijk nog niet vastgelegd voor de werkvernootschap zo snel mogelijk. Die zijn vragen de partij dat het vooruit gaat. Maar dit is echt nog maar de eerste stap. En we moeten zien welke opmerkingen dat wij binnenkrijgen van de burger en van de adviesinstanties. En op basis daarvan gaat je dan die scopingsnota maken. Dan gaat het plan MER opgemaakt worden. Dat is ook nog een serieuze brok. Dus de milieueffecten gaan onderzocht worden. En dan pas kan je effectief naar een voorontwerp en dan naar een ontwerpgroep gaan. En dan pas worden echt zaken vastgelegd. Hè. Vanaf dat de gemeenteraad een ontwerpgroep vastlegt... De gemeenteraad maakt van een voorontwerp een ontwerp door het voorlopig goed te keuren. Dan pas zijn de krijtlijnen echt concreet. Hè. En dan zeg je echt duidelijk van dit is ons standpunt. En dat gooien we dan in openbaar onderzoek. Dus eigenlijk is dit nog, zonder te zeggen van dat het niet belangrijk is dit hier. Maar dit is nog maar de eerste worp naar een eerste terugkoppeling naar de bevolking toe. Hè. Vroeger bestond dat zelfs niet, deze stap. Ik vind het goed dat ze dat hebben ingevoerd. Dat is voor de eerste keer eens te polsen. Wat leeft er bij de bevolking? Wat leeft er bij de adviserende instanties? Dat is een stap dat er eigenlijk sinds een tiental jaar bij een RUP-procedure is toegevoegd. Omdat men heel laat de participatie pas voorzag in de oudere RUP's. Dat was pas tijdens het openbaar onderzoek als alles al vast lag. Dus dat is een beetje het idee. Ik zie dat op 3 mei is die werkgroep en op de 10 mei is de GECORO. Dus dat we daar ook nog eens kijken, hè, of dat daar echt onoverkomelijke startvisies zijn. Die dat we zeggen van kijk, daar zouden we toch nog een keer moeten op ingaan of iets. Dan kunnen we nog altijd zien hoe dat we daarmee verder gaan. Hè. Het is net alleen omdat het... Dat deze daarna even ook teruggekoppeld worden. En, maar het is net omdat het nu een startnota is... waar dat uiteindelijk nog heel veel zaken in aan te passen zijn. Ja, dat we het misschien ook wel sneller naar de bevolking moeten brengen. Allee, ik denk dat wij er binnen de commissie of binnen de raadsleden nog 3 maanden over kunnen discussiëren. Maar uiteindelijk zijn ze de zomer voorbij en zit er nog altijd je startschot niet gegeven. Allee, ik denk dat we dat toch wel best in mei laten stemmen, zodanig dat startschot kan gegeven worden. Er ligt een visie, er ligt een richting. Maar die richting is nog... er zijn nog veel mogelijkheden om het aan te passen in de komende periode. Dus... Hey, mij lijkt dat niet echt een probleem om dat op de volgende gemeenteraad ter stemming te leggen. Maar in dat geval, Kim, moet je dat ook aangeven in je nota. Dan moet dat daar ook letterlijk in staan. Want als je dat er nog verschillende mogelijkheden en richtingen en aanpassingen mogelijk zijn. Want als je dat niet doet, ga je iets stemmen, eventueel zelfs unaniem stemmen, dat een bepaalde richting uitgeeft en dan geeft dat naar je bevolking het signaal, dit is wat wij willen. En dan moet je daar, als je een signaal wilt geven, van het is een start waar nog veel aan kan veranderd worden, dan moet je dat ook expliciet op die manier verwoorden en zo meegeven. Want anders geef je hoe dan ook een verkeerd... dan gaat u van de start een verkeerd beeld geven.
Maar daar kan ik in volgen, ja. Daar kan ik in volgen. Allee, dat is ook, als je puur een beetje kijkt naar de verschillende opties die er nog zijn, die dat straks erin staan, dat die er vandaag blijven instaan, lijkt mij redelijk logisch. Ik moet eerlijk zijn, ik moet het begin van het document of de inleiding van het document ook nog wel lezen. Misschien kunnen we daar ook nog wel een extra woordje uitleg geven om de scope van het document en waar dat we ermee naartoe gaan. Hè. En wat dan ook de bedoeling is en de dingen dat er nog moeten komen. Misschien de procedure of zoiets die dat nog moet gelopen worden, dat je daar nog wat extra uitleg op kunt geven. Zodanig dat het een startdocument is waar dat iedereen nog zijn inbreng kan in doen en waar dat inderdaad nog bepaalde richtingen niet mogelijk zijn. En dan gaat iedereen die het dan al of niet goedkeurt zich daar wel eens toe comfortabeler bij voelen. Om te vermijden dat je nu iets gaat stemmen, de ene vanuit het idee, het is nog maar een start en we kunnen nog alle richtingen, de andere vanuit het idee, dit is waar we eigenlijk naartoe willen. En dan krijg je achteraf politieke discussies, ja, maar je hebt dat toen toch goedgekeurd. Ja, allee, weet je, en dan zitten we weer in politieke spelletjes of heen en weer discussies die tot niks kunnen leiden. Dus vandaar mijn pleidooi, ofwel klaren we een aantal dingen uit, ofwel maken we de aanhef zodanig echt heel duidelijk expliciet van dit zijn een aantal pistes, dit zijn een aantal opties. Hè. Het is nog niet duidelijk, of het is nog niet vast in welke richting dat we precies gaan. Allee. Maar Steven, ik kom even bij jou uit. De startnota, ik heb die uiteraard niet van A tot Z gelezen, want dat is een dik pak bundel. Maar die definiëring zoals dat hier aangehaald wordt, staat dat daar niet met zoveel woorden in? Ik meen toch van dat staat er sowieso in. Hè. Je ziet, ik heb daar juist ook dat schema toegelicht van welke stap dat is. Dat is echt de beginstap. Plus, we gaan daar een ganse communicatie rond opzetten. Oh. Ook, hè. We gaan een brochure maken waarin dat we de vragen aan de mensen van kijk, kom naar die dag, werk mee aan dat thema. Dus je doet eigenlijk een oproep van... Maar je moet natuurlijk ook iets hebben om van te vertrekken. Hè. Je kunt ook niet zeggen van... We beginnen zomaar in het ijle te discussiëren met de bevolking. Dus vandaar dat er iets op papier staat, iets concreet. Er zijn zelfs een aantal alternatieven ook beschreven. Hè. Zoals ik daar juist die schetsen liet zien van die inrichtingen. Een deel met minder wonen, een deel met meer wonen. We hebben er eentje uitgekozen hè, om te zeggen van dat is het standpunt. Maar als de bevolking zegt van ja, wij willen volledig iets anders voorzien. Dat is eigenlijk het doel van die participatie. Eigenlijk, hè, van ten eerste kijken wat dat er leeft bij de bevolking en daar dan achteraf mee aan de slag te gaan. Dus ik denk dat het natraject driedubbel zo belangrijk is dan hetgeen wat er nu eigenlijk in staat. Wat gebeurt er met de opmerkingen? Wat gebeurt er met de adviezen die we binnenkrijgen? Die gaan dan tijdens de zomervakantie verwerkt worden. En die verwerking is een stuk belangrijker, denk ik. Ik bedoel maar, dan is het opzet wel duidelijk. Als ik dan kijk naar de vragen van de raadsleden hier, zowel vanuit N-VA's pro-fractie, dan denk ik dat hiermee het antwoord gegeven is. Hè. Ik denk dat je daar, als je het nu politiek bekijkt, dat je geen enkele, hoe zal ik het zeggen, foute keuze maakt. Als je zegt, we gaan daarin mee, hè, in de zin van, dit is een startnota, dit is een kader waarmee dat je toch wel aan de slag kunt. En de rest... Ja, zullen we dan wel zien hè, hoe dat de participatie zijn gevolg kent. En inderdaad... ja, ik zou het ook niet te veel vertragen, omdat de werkgenootschap zit daar ook achter natuurlijk. Die willen ook vooruit. Het is de eerste stap. Ik denk dat er nog veel gaat gediscussieerd worden over de inhoud van het RUP. En dat is ook terecht. Maar hoe langer dat we bij deze eerste stap staan, hoe meer tijd dat we niet meer hebben... Bij de volgende stappen. Dus ik zou ook pleiten voor ik herinner me toch, tijdens een van uw vergaderingen, dat ze zeiden, beste gemeente, het is nu aan u om daar RUP trommelt, om daar verder werk van te maken, want doe je dan niet, zet u een wissel kwijt. Allee, want zij gaan door, hè. Zij gaan door, hè. En allee, op bepaalde momenten is dat soms niet in de hand, of lijkt dat mijlenver wanneer dat ze nog zouden starten of in onderzeelanden. En dan ineens kan dat razendsnel vooruit gaan. Dus ik denk dat we inderdaad niet veel tijd mogen verliezen en dat in mei naar de gemeenteraad laten gaan en dan verder laten lopen, hè, de timing. Maar in de procesnota staat dat ook wel duidelijk in, hoe dat die fase, wat dat de functie is van elke fase en dat dit eigenlijk echt wel na de start van het proces, van de start,
nota, dat dat eigenlijk de bedoeling is dat daar zoveel mogelijk participatief wordt gewerkt om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben, dat dat eigenlijk telkens aangepast wordt. Maar we kunnen dat inderdaad nog even overlopen dan, de maandag, en zien hoe dat we, of dat het er duidelijk genoeg de rol van de gemeenteraad in staat. Okay. Ik wil gewoon vrij waren dat we op gelijke voet starten. Hè. Dit is een veel te belangrijk dossier om van in het begin al discussies uit te lokken die geen discussies waard zijn, bij wijze van spreken. We hebben hier allemaal inhoudelijke opmerkingen gegeven over onze eigen visie en hoe dat hoppinpunt er idealiter zou moeten uitzien. Maar allee, als we dat dan inderdaad op 3 mei, dacht ik, dat de werkgroep nog samenkwam, als daar over de fracties heen kan akkoord gegaan worden dat die nota die dat dan voor ligt in mei op de gemeenteraad op die manier kan goedgekeurd worden, dat er inderdaad nadien nog heel vele discussies aan kunnen vooraf gegaan worden voor het definitieve, ja, dan zie ik inderdaad geen hindernis of geen drempel om die startnota dan niet goed te keuren. Oké. Okay. Ik denk dat we allemaal akkoord kunnen gaan met de werkwijze toekomstgericht. Ik denk dat we dan ook stilaan dit agendapunt kunnen afsluiten. Het was al een stukje afgesloten, maar is terug begonnen. Oké, okay, dus Steven, nogmaals bedankt. Hè. Ja. En ondertussen is allemaal. De spreker Wim ook. Dus onze volgende Steven. Wim is ook al toegekomen. Ja. En hij mag dus zijn agendapunt projectvisie, buurtverbinding en gastwerking ook toelichten. Dat gaat eigenlijk over het aanstellen van een buurtverbinder, dienstsamenleving, doel om via deze ambtenaar vlugger problemen te signaleren en zo proactief en preventief samenlevingsproblemen te voorkomen en ook kordaat te kunnen optreden. Welkom, Wim. Ja, dank u wel. Klopt helemaal. Dat is meer de samenvatting eigenlijk van de projectfiche. Het leek ons een goed idee om na vanant de aanwerving van de buurtverbinder en de projectfiche die we nu gaan toelichten, om het bredere geheel wat te schetsen en een korte samenvatting te maken van onze dienst. Ik denk dat voor iedereen al geheel duidelijk is wat wij doen binnen dienst samenleving. Dus ik ga heel kort een presentatie opladen. Kunnen jullie mijn scherm zien? Nee. Ja, we kunnen dat zien. Nu wel? Oké, prima. Ik ga er kort eens doorfietsen. Dat is eigenlijk een PowerPoint die we gemaakt hebben voor de interne vermarkting, om het zo te zeggen, binnen het gemeentebestuur en de verschillende diensten. Om ons eens kort voor te stellen en enkele projecten toe te lichten die we al zijn aangegaan, maar vooral ook waar we naartoe aan het werken zijn. Dus ik ga die samen eens met jullie overlopen. En buurtverbinder gaat daar een onderdeel van zijn natuurlijk. We zijn voorlopig met 2 aanwervingen gebeurd voor de derde persoon die ons kleinschalig team gaat vervoegen. Ikzelf ben Wim Smewa, ik ben de coördinator van deze dienst. Ik ga instaan voor 4 grote domeinen. Enerzijds de dagelijkse coördinatie van de dienst, dus algemeen te bekijken welke workflow er binnenkomt. Het beleid, en met beleid bedoelen we dan voornamelijk rond integratie en veiligheid, die dan ook ineens 2 titels zijn die daaraan geplakt worden, zijn de integratieambtenaar en integrale veiligheidsambtenaar. Concreet komt het erop neer dat ik een bureaujob heb, dat ik voornamelijk het beleid ga mee uitstippelen en mee ga verwerken. Dat is het tegenovergestelde van mijn collega Marta. Marta is opbouwwerker. Ik wil eigenlijk zoveel zeggen als iemand met een sociaal werkersachtergrond of sociaal werkersstatuut die daadwerkelijk het werkveld ingaat, dus die zich in Londerzeel gaat begeven. Ze zal dus voornamelijk outreachend werken. En projectmatig. Er komen straks nog voorbeelden van terug in de slides wat we concreet bedoelen met projectmatig werken. Outreachend werken kan heel breed gaan. Bijvoorbeeld, doen zich bepaalde omstandigheden voor in een wijk die de samenleving voor verschillende buurtbewoners ernstig verstoort.
Als dat gaat over bijvoorbeeld drugsproblematiek of jongeren of enzovoort, zal Marta diegene zijn die daarmee een traject zal uitstippelen en dat dan ook verder zal uitwerken. Dus zij zal effectief wel aanwezig zijn in het straatbeeld daar. En onze derde persoon waar dan de projectfiche over handelt, is onze gemeenschapswacht. Die zal in dienst treden vanaf 1 augustus. Daar hebben we ook al een naam voor, dat is Gunther. Gunther werkt nu op dit moment ook al voor het gemeentebestuur van Londerzeel bij de uitleendienst en zal een carrière-switch maken naar onze dienst. We spraken vroeger over de buurtverbinder en dat staat ook in de projectfiche zo genoteerd. We zijn erachter gekomen dat dat juridisch niet correct is, dus voortaan spreken we toch nu van de gemeenschapswacht. De gemeenschapswacht is eigenlijk in C juridisch bepalend wat wij voor ogen hadden voor een buurtverbinder. Daar kom ik straks ook nog op terug welke rol die gaat invullen. En naast gemeenschapswachtfunctie zal hij ook de rol op zich nemen van gasvaststeller. Als er ondertussen vragen zouden zijn of iets niet duidelijk, mocht je mij gerust onderbreken. Ik zie enkel mijn PowerPoint, dus ik zie geen handjes of mimiek. Ik volg dat wel op als iemand het woord vraagt, ik zie dat. Prima, ja, ik zie niks, dus ik zie enkel mijn slides. Wat zijn de thema's waar wij aan gaan werken? Ja, dat had ik daarnet al benoemd, hè. Dat is voornamelijk integratie en veiligheid. Ook hier is de outreach belangrijk, hè. Dus we hebben een opbouwwerker, we hebben een gemeenschapswachter. Het is echt de bedoeling dat wij in het straatbeeld aanwezig gaan zijn. Dus vandaar dat die termen outreach en werken, dat meermaals gaat terugkomen, omdat dat wel de essentie van onze dienst moet vertegenwoordigen. Wat betreft het integratiebeleid is het zo opgemaakt dat we eerst een methodiek gaan uitwerken. En met methodiek bedoelen wij eigenlijk in kaart brengen wat de verschillende noden zijn, welke verschillende opties er zijn en vooral ook leermomenten vanuit andere gemeentes die veel verder staan in het integratiebeleid om daar quick wins bij te genereren. En in functie van die methodiek gaan we dus trapsgewijs het integratiebeleid verder vormgeven. Nu, zo'n integratiebeleid, om een idee te geven, dat omvat een 10 à 15 verschillende luiken. Taalbeleid is daar één van, onthaalbeleid is daar één van voor nieuwkomers enzovoort. Dus een 15 luiken die verwerkt moeten worden. De eerste stap is dus die methodiek om in kaart te brengen. Ja, van die 15, we kunnen niet onze pijlen op alles richten. Wat zijn dan de belangrijkste punten die we nu al onmiddellijk gaan vastpakken? Als dat bijvoorbeeld blijkt dat het onthaalbeleid zal zijn voor nieuwkomers, dan gaan we daar onze focus op leggen en werken we zo trapsgewijs tot we een integraal horizontaal integratiebeleid hebben. Het woord horizontaal is ook belangrijk in dat woord. Omdat we dat uiteraard gaan doen in samenwerking met alle andere diensten. Hè. Integratie is een thema dat zowel onderwijs aanbelangt als burgerzaken, als samenleving, als welzijnsloket. Dus dat gaat eigenlijk doorheen alle gemeentelijke diensten. Vandaar ook, integratiebeleid is niet iets dat wij alleen gaan schrijven. Wij nemen het voortouw, maar we gaan dat zeker wel horizontaal doen, dus met de verschillende partners. Uit dat integratiebeleid komen dan uiteraard ook projecten die we dan stapsgewijs gaan opzetten. Het veiligheidsbeleid. Beetje hetzelfde naar analogie met het integratiebeleid. Onze focus ligt daar voornamelijk op de eerste twee woorden, preventief en sensibiliserend. En het derde woord, sanctionerend. Dus met aanstelling van Gunther, die ook gasvaststeller zal zijn, zal onze focus vooral liggen op het preventieve en het sensibiliserende. Uiteraard zaken die bestraft moeten worden, en daar is een wettelijk kader voor, gaan wij over tot het sanctionerend luik, dat we op dit moment in kaart aan het brengen zijn. Maar dat preventieve vormt wel onze focus. Dat ga je straks ook zien bij de verdere uitwerking van de gemeenschapswacht. En dan staan daar x aantal projecten, maar die worden nu nog eens individueel opgezond. Ik ga daar heel kort over gaan, omdat dat niet de essentie van vanavond is. Project van buurtverbinder uiteraard wel. Hier staat nog buurtverbinder, moet gemeenschapswacht zijn. Wat zijn we daarvoor nu op dit moment aan het doen? We zijn een gasvisie aan het ontwikkelen en we zijn vooral de gaswetgeving onder de loep aan het nemen. Dat is een vrij uitgebreide wetgeving die niet zozeer gestructureerd is. We zien daar ook bij dat veel gemeentes zowat in het losweg aan het schieten zijn. Dus we proberen daar wel een overzicht in te krijgen om dat structureel op poten te zetten, zodat we operationeel kunnen zijn dit najaar daaromtrent. En dan visie rond buurtgericht werken, dat gaat dan vooral over het preventieve luik. Hè. Dus waarbij gas dus zeer sanctionerend is uiteraard. Hè. Is die visie buurtgericht werken, is dat eerder sensibiliserend en preventief werken.
Wat niet wil zeggen, dat is een piste die we nu ook aan het onderzoeken zijn, dat we via het gasluik ook niet preventief en sensibiliserend kunnen werken. Daar zijn verschillende opties vanuit juridisch kader om extra stimulansen te bieden om recidief gedrag tegen te gaan. Hè. Om een voorbeeld te geven, er stelt zich een probleem met een bepaalde jongere, het maakt niet uit wat. Hè. In principe zouden we daar een sanctionerende gas of een gassanctie op kunnen plaatsen. Wat ook een mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat we ouderlijk toezicht aanvragen. Dus dat we die ouders eens tot bij ons laten komen. Dat de opbouwwerker daarmee in gesprek gaat. Dat we daar huis van het kind in betrekken om eventueel pedagogische ondersteuning te bieden enzovoort. Dus we zien het veel breder dan louter het sanctionerende. De andere factoren zijn wel nog belangrijker voor ons. Een ander project is burenbemiddeling. Daar zijn we nu mee van start gegaan. Ik geloof dat dat op de eerstvolgende gemeenteraad ook aan bod gaat komen. Het is een project die op dit moment provinciaal voor ons loopt. Het zegt het een beetje zelf. Als twee buren in de clinch liggen met elkaar en zelf niet uit hun conflict geraken, kunnen zij beroep doen op burenbemiddeling. Dat is iemand die communicatief gaat interveneren tussen beide buren om, zonder aanspraak te maken op het vredegerecht, politie enzovoort, een duurzame oplossing te vinden voor het probleem. Op dit moment werd dat provinciaal voor de gemeente Londerzeel gedaan, net zoals dat het geval is voor Meissen en Kapellen van Bos. Vorig jaar waren daar 0 aanmeldingen voor, dus dat was niet iets dat enorm goed leefde. Als we dan keken naar onze buurgemeente Merchtem, die al 10 jaar zo'n project zelfstandig heeft lopen, en die krijgen ongeveer een 30 à 40 aanmeldingen per jaar, waarvan er 20 zeker succesvol kunnen afgerond worden. Dus dan denk ik dat we hier toch ook wel een bijdrage kunnen leveren tot de samenleving in Londerzeel. Zien we dan ook een grote rol voor politie trouwens, die als toeleider kan dienen voor dit project. Wat hebben we nog gedaan? We hebben een structureel overleg opgestart tussen de politiezone. Politiezone eigenlijk dus politie en onze samenlevingsdienst, om bepaalde integrale veiligheidsproblemen in kaart te brengen, om samenlevingsproblemen in kaart te brengen, om over bepaalde zaken politioneel af te toetsen. Ik denk daarbij aan gas, maar ook aan burenbemiddeling, waarbij het dus zeer belangrijk is dat zij gaan functioneren als toeleider. Dus we hebben een structureel overleg opgezet dat nu maandelijks doorgaat. De eerstvolgende is voor morgen gepland. En we hopen daarmee meer zaken in kaart te kunnen brengen om veel sneller te kunnen anticiperen op samenlevingsproblemen. Een ander project is Huis van het Kind. Hoort in C niet tot in samenleving. Dat is een ander verhaal, is een andere aftakking. Maar gezien het pedagogische luik en het samenleving aspect dat daarbij komt, zijn we daar ook wel zeer sterk in betrokken. En gaan we daar ook vanuit onze dienst voornamelijk het doelgroepenbeleid op zich nemen. En, Huis van het Kind, misschien kort kader voor diegenen die het niet kennen, is een project dat opgestart is na vanuit de Local Task Force. Met de bijhorende problematiek afgelopen jaar. Daarvan is het idee ontstaan om pedagogische ondersteuning te bieden en dat veel ruimer open te trekken onder Huis van het Kind. En daar speelt samenleving dus ook een rol in. En het onderstaande is ook misschien belangrijk. Er zijn altijd raakvlakken tussen onze dienst en andere diensten. We hebben hier een voorbeeldje gezet van huiswerkbegeleiding. Als we dan kijken naar integratie, zien we heel veel leerachterstand bij anderstaligen, bij immigranten, bij nieuwkomers die zich in Londerzeel vestigen. Wel, vanuit samenleving moeten we werken aan een integratiebeleid. En is die huiswerkbegeleiding dus iets dat we parallel opnemen met Huis van het Kind. Een ander project dat nu heel concreet aan het worden is en dus al vrij snel gaat starten, is de zomerschool. Dus een zomerschool is een idee eigenlijk om anderstalige kinderen uit de Londerzeelse basisscholen die omwille van hun anderstaligheid en leerachterstand aan het ontwikkelen zijn in het onderwijs of die een gebrek hebben aan zelfvertrouwen om het Nederlands zelf te spreken. Gaan wij stimuleren om tijdens de zomervakantie 1 of 2 weken naar een soort van taalkamp te komen. En dat is geënt op het bestaande speelpleinwerking die er nu al loopt. Wat is het grote verschil met speelpleinwerking in de zomerschool? Is dat wij taalanimatoren gaan aanstellen. Dus dat er wel degelijk een zekere pedagogische insteek is in dat project. Waarbij dus de focus echt ligt op het onderhouden van het Nederlands. Ook belangrijk als kinderen 2 maanden geen Nederlands meer spreken. Dus eigenlijk het onderhouden van het Nederlands. Maar ook nieuwe oefenkansen te bieden.
En uiteraard ook integratie in de samenleving. In een wereld zonder corona is het de bedoeling dat de kinderen in de voormiddag twee keer een sessie Nederlands hebben als spelenderwijs. En in de namiddag dat zij geïntegreerd worden in het bestaande speelpleinwerking onder stimulans van die taalanimatoren om zo de integratie te bevorderen. Dus ons allereerste echt heel concrete project dat bijna, dus binnen 2 maanden, van start gaat. Een ander project is uitbreiding NT2-lessen. We hebben gemerkt, we zijn daarvoor in debat gegaan met het agentschap Integratie en Inburgering, dat heel wat Londerzeelenaren of nieuwkomers in Londerzeel, dat zij verplicht zijn om naar Wolvertem of Vilvoorde zich gaan moeten verplaatsen om Nederlandse lessen voor anderstaligen te volgen. We hebben daar eens cijfers voor opgevraagd en dat cijfer was vrij hoog. Dus heel veel mensen namen wel de moeite om zich specifiek te verplaatsen naar andere dorpen om die lessen te volgen. Maar als we dan keken naar het aantal nieuwkomers, zagen we daar toch ook een groot verschil in naar mensen die we niet kunnen bereiken en die geen NT2-lessen volgen. We zijn daarvoor in gesprek gegaan met de CVO, waarbij dus er meerdere graden en basiseducaties gaan gegeven worden in Londerzeel zelf. Zal het niet enkel doorgaan in de centrumschool, maar voortaan ook al zeker een semester in de voormiddag in de academie. We zien daarbij nog een bijkomende rol dat wij ook gaan moeten fungeren als toeleider om die doelgroep warm te maken om die lessen te gaan volgen. Vandaar dat we ook gevraagd hebben aan het agentschap om een soort van infodag bij ons te organiseren met bijbehorende taalscreening. We gaan daar zelf ook aanwezig zijn. Het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk mensen binnen deze doelgroep te kunnen bereiken en te stimuleren om lessen Nederlands aan te vatten. Daarbij doen we dan trouwens ook nog beroep op de scholengemeenschap, die dan doelbewust ook nog flyers en mensen gaat sensibiliseren om warm te maken, deze cursussen te volgen. Nog heel kort over het inclusief integratiebeleid. Ja, dus daar staan verschillende focussen op. Ja, we hebben nu taalbeleid en onthaalbeleid. Ik heb het daar al kort over gezegd. Ook wetgeving valt hieronder. Wij zijn als gemeente vanaf 2022 verplicht om een participatief traject aan te bieden. Op dit moment is daar in Londerzeel nog geen sprake van. Dus zulke zaken zijn wij ook aan het oppikken om dit uit te schrijven, zodat we ook aan die juridische voorwaarden voldoen. Ja. En dan het veiligheidsbeleid, een beetje de essentie waar het hier vandaag om ging gaan, maar waar ik eigenlijk al een groot stuk van heb verteld, is dus de gastwetgeving. Daar zijn we ons op aan het toespitsen. Sanctioneren, maar ook recidief gedrag voorkomen, had ik daarnet al verteld. Het ouderlijk toezicht, dat wij belangrijk vinden om in debat te gaan met ouders en een pedagogisch traject uitwerken. Maar ook gemeenschapsdienst en bemiddelingsprocedure. Gemeenschapsdienst, ik denk bijvoorbeeld aan een veten tussen een bepaalde jeugdvereniging. Veten is nu niet het juiste woord, maar een bepaalde jeugdvereniging pleegt een inbreuk. Ja, in plaats van die dan te bestraffen met een administratieve geldboete, kunnen we ook gemeenschapsdienst opleggen. Als we zien dat dat mensen zijn met een zeer recidief karakter bijvoorbeeld, dat is een andere doelgroep, kunnen we gemeenschapsdienst opleggen. We kunnen bijvoorbeeld mensen verplichten om geen gasboete aan te gaan, maar om bijvoorbeeld graffiti van een muur te verwijderen. Of de kantine van de gemeentelijke academie bijvoorbeeld te schilderen. Ook daar moeten we dan in discussie gaan en in debat gaan met de verschillende toeleiders, verschillende belanghebbenden. Dat is dus ook een piste dat we vanuit de gemeente aan het uitwerken zijn, wat daar de mogelijkheden zijn. Net zoals de bemiddelingsprocedure, die een beetje gelijkt op ouderlijk toezicht, maar dan vooral van toepassing is voor volwassenen, dus voor meerderjarigen. En dan uiteraard nog de verdere uitbouw van het domein veiligheid. We proberen zo een uitgebreide analyse te maken van de pijnpunten binnen onze gemeente. Om die bloot te leggen en dan structureel aan te pakken samen met politie en dergelijke. Voilà, dat was in het kort mijn presentatie. Ik weet niet of er onmiddellijk nog vragen zijn die ik kan beantwoorden. Ik denk dat je heel duidelijk bent geweest, Wim. Goed, toch nog 2 vragen, zeker. Mark, we horen u niet. Mark? Ja, mijn micro staat. Wim, sorry dat ik het maar herhaal. Je hebt dat heel prachtig toegelicht, heel duidelijk.
Dus ik zie dat er nog ergens vragen zijn. Dus Tom, jij mag starten. Ja, goedenavond Wim. Ik kijk er naar uit om meer van jou te horen en meer van jou te zien van initiatieven. Het ziet er heel goed uit. Het enige waar ik een beetje mee blijf, en ik heb dat ook al gezegd bij de begrotingsbespreking, hè, toen dat daar sprake was van de aanwerving. Waar ik een beetje toch, of waar we, ik moet daar misschien nu niet op antwoorden, maar daar ga je mij toch moeten kunnen overtuigen in de loop van de volgende maanden of jaren. Hoe dat je dat gaat combineren, bijvoorbeeld concreet voor die gemeenschapswacht, hoe dat je dat gaat combineren, dat iemand die gasboetes kan uitschrijven, dat die ook sensibiliserend kan werken. Sensibiliserend werken wel in de zin van mensen erop attent maken dat ze iets verkeerd doen, hè. Dat volg ik wel. Maar als je... Ja, als het gaat om die een rol te laten spelen in het vertrouwen winnen van jongeren en zo, ja, dan blijf ik dat een moeilijke combinatie vinden om iemand die en een sensibiliserende functie heeft, maar tegelijkertijd ook een sanctionerende functie kan hebben. Hè. Een beetje het probleem in het algemeen van politiemensen, waarom dat zij zo moeilijk het vertrouwen winnen van jongeren en doordringen, is omdat die jongeren altijd die politieman uiteindelijk blijft zien als iemand die kan straffend optreden. Hè. En, maar goed, dus gaan misschien ons te ver duren om daar nu op in te gaan. Maar dat blijf ik toch wel... dat gaat toch een moeilijke worden. En dat zie ik toch wel niet zo evident om die twee te combineren. Hè. Want iemand die bijvoorbeeld ook op straat zou gaan en probeert met mensen of met jongeren vertrouwen te winnen, contacten te leggen. Ja, als die mensen weten dat die ook nog altijd een boete, zij dan een gasboete kan uitschrijven, of een procedure kan opstarten, denk ik dat dat niet evident zal worden. Nee. Dat is iets anders natuurlijk voor uw andere collega, de maatschappelijk werker. Dat is iets anders, hè, want die gaat geen bestraffende of sanctionerende functie hebben. Dus daar zie ik dat absoluut wel gebeuren. Hè. Maar goed, we moeten daar misschien nu niet op ingaan, het is al laat, maar dat is wel iets, denk ik, dat we toch nog eens moeten over doorpraten, denk ik. Ja. Nee, dat is een terechte opmerking. Nu, we zijn dat ook aan het meenemen, hoor, in de visie die we uitschrijven. Het sanctionerende luik is, zoals daarnet gezegd, echt last resort. Hè. Allee, het laatste stuk dat we hebben, de laatste strohalm om op te leggen. Ook zelfs in dat sanctionerende luik hebben we dan ook verschillende mogelijkheden. Hebben we ouderlijk toezicht, bemiddeling, gemeenschap. Dus dan gaat het ook niet in C over een gasboete dat wordt uitgeschreven, maar wel een sanctie die wordt opgelegd. Ik denk dat we vooral de focus gaan leggen op het sensibiliserende en het preventieve. Uiteindelijk, als het zich gaat resulteren in een gasboete, ja, dat gaat bij een twintigtal inwoners of bij een twintigtal voorvallen zo zijn in de perceptie van de mensen, gaat dat wel een sensibiliserend figuur blijven. Allee, dat is een beetje de insteek daarbij. Wat uiteraard wel nog moet beschreven worden, is waar dat we nultolerantie op gaan instellen. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand dat hier een matras op het einde van de weg neergooit. Ja, is daar nog veel preventief dat we daaraan kunnen doen? Nee, dan zou het eventueel direct onmiddellijk gesanctioneerd worden. Dus daar gaan we die focus dan wel helemaal moeten verleggen. En dan zal het inderdaad wel die harde aanpak zijn dat we moeten hanteren. Ja. Ja, ik denk... Sorry. Ik ga erover zwijgen, maar ik denk ook voor de persoon zelf die die functie moet uitoefenen. Ja, voor klopt. Hem ook gaat heel goede richtlijnen moeten meekrijgen. Gaat voor hem heel duidelijk moeten zijn van welke rol speel ik hier eigenlijk. Probeer ik hier een beetje de joviale man te zijn die met... door een kwinkslag en het aan te pakken de mensen toch een beetje bewust maakt? Of ga ik hier nu toch eerder de man zijn die waar men wat moet voor oppassen? Dus ook voor hem, ik ken hem een beetje, Gunther, een hele goede werknemer. Ik denk dat hij dat wel goed kan doen. Maar ik denk dat je ook voor hem hele goede richtlijnen gaat moeten geven en met hem heel goed afstemmen wat die rol precies gaat zijn. Dat hij zelf ook niet in conflict komt met de verschillende rollen die hij speelt. Ik denk, als ik even mag tussenkomen, Tom, dat inderdaad wel een leerproces zal zijn. Ook voor, niet alleen voor ons, ik denk voor Wim in het bijzonder, die moet aansturend werken. Maar uiteraard ook voor de betrokkenen, hè, Gunther in dit geval. Dat is een feit. Nu ben ik aan het denken. Ik denk dat ik dat ook wel op de commissie eerder al wel eens gezegd heb over het gasverhaal. Of was het nu op de jeugdadviesraad, ik weet het niet meer. Maar in elk geval... Allee, voor ons is dat bemiddelingstraject wel belangrijk. Hè. Zoals dat Wim zegt, er zullen dingen zijn waarvan we zeggen, dit is er zo los over. En dat het verhaal van uw bemiddeling dat dan niet meer aan de orde is. Maar in het gros van de gevallen, denk ik, dat moet, voor mijn part is dat een insteek, dat je maximaal probeert te bemiddelen.
Omdat dat juist het enige is waardoor dat je mensen tot op andere gedachten kunt brengen. Want als je de hardleerse moet aanpakken, ja, daar loopt vaak het risico dat die gewoon, om het in termen uit te drukken, recidiveren. Hè, die je opnieuw betrapt op een later moment. Dus weet dus met andere woorden dat dat sensibiliserende wel de hoofdtoon verdient. Zoals dat we het zien. Hè. Goed. Sanna, jij vraagt het woord. Ja. Eerst en vooral merci Wim voor de heldere uitleg. Nu heb ik al een beetje meer zicht over wat de dienst samenleving juist gaat doen en wie daar allemaal in zit. Ik had daar nog geen benul van, dus bedankt daarvoor. Mijn eerste opmerking sluit wat aan bij die van Tom. Hè. Ook een beetje sensibiliserend versus sanctionerend. Hoe gaan we dat in goede banen leiden? Ik veronderstel dat er wel een parallele werking is tussen de verschillende functies binnen de dienst samenleving. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat je eigenlijk zo minimaal mogelijke overlap hebt tussen die verschillende functies, maar er toch op toeziet dat elk zijn functie kan bewaren. En dan zijn er taken van de politie, in deze dan van de wijkagent, die de dienst samenleving overneemt van hem? Of ja. Is dat niet aan de orde? Voor uw eerste vraag wat betreft de overlap, is de hoofdstructuur of de hoofdlijnen zijn wel heel duidelijk. Marta heeft een pedagogische achtergrond in hulpverlening. Dat is een heel groot verschil of dat je al dan niet een hulpverlener bent of een gemeenschapswacht. Dus om daar een concreet voorbeeld op te plakken, als er echt een probleem is met drugsgebruik, alcoholgebruik, een groot samenlevingsprobleem binnen een bepaalde wijk bijvoorbeeld, is dat een rol dat moet toegedeeld worden voor een hulpverlener. Hè? En dan gaat Marta dat op haar nemen. Als het gaat over grotere structuren uitwerken, is dat ook een rol dat Marta op zich gaat nemen. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan in communicatie treden met scholen enzovoort. De afleiding van Gunther is eerder in het straatbeeld aanwezig zijn en de problemen of de problematiek die op zijn pad komen of die wij vanuit onze dienst binnenkrijgen en denken van, ah, dat is eigenlijk Gunther, gaat daar een keer kijken bijvoorbeeld. Dat is eerder zijn, zijn dat. Het is bijvoorbeeld een idee waarmee ik speel. Hè. Er wordt regelmatig wel wat met gal gespuit op sociale media. Over bijvoorbeeld overlast van sluikstorten enzovoort, dat we dat vanuit onze dienst ook kunnen capteren en dat we Gunther daar een kijkje kunnen laten nemen. Dat we een keer kunnen bekijken van wat is het probleem daar juist gesitueerd. Maar inderdaad, het takenpakket gaat goed moeten afgeleid worden. Dat stond, denk ergens ook in mijn slides, buurtgericht werken visie. Dat is die visie dat we gaan ontwikkelen. Dat we echt eigenlijk een duidelijk kader hebben van oké, dat zijn uw taken voor een gemeenschapswacht, dat zijn taken die een opbouwwerker moet doen, dat is een taak die ik op mij neem enzovoort. Dus daar gaan we wel een heel gestructureerd en afgeleid visiekader rond maken, zodat dat voor alle partijen ook duidelijk is. Om op je tweede vraag te beantwoorden. Ja, zeker. Hè. Dat komt zeker in elkaars vaarwater. Wijkagenten en gemeenschapswachten. Ik denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie. Bijvoorbeeld. Mensen sensibiliseren als ze op vakantie gaan. Want zeg, ik zie dat je aan het inpakken bent met je auto om op reis te vertrekken. Is alles in orde? Moet ik nog eens langskomen? Bijvoorbeeld. Dat zijn zaken dat een wijkagent doet. Maar die een gemeenschapswacht ook zeker kan doen. Dus we gaan daar parallel wel moeten trekken. Die taken lopen soms wel... door elkaar, die zijn wel verweven. Als het specifiek gaat over het gasluik en dan echt over het sanctionerend, zijn de verschillen nihil. Een gaswetgeving is opgedeeld in verschillende structuren. Een gemeenschapswacht is bevoegd om gaswetgeving 1 te doen. Het gaat bijvoorbeeld over wildplassen, maar algemene vormen van overlast, lawaai veroorzaken, uw gras afdoen op zondag. Hè. Dat is iets dat Gunther op zich kan nemen om eerst uiteraard te sensibiliseren, maar eventueel kan dat ook gesanctioneerd worden. Een wijkagent, ja, als het gaat over een diefstal bijvoorbeeld, of een inbraakpoging, of een burenruzie met geweld, dat is allemaal voor een wijkagent. Dus het juridisch kader is wel zeer sterk afgeleid als het gaat over voorvallen die gesanctioneerd kunnen worden. Ja. Maar in het eerste luik zeker, hè. Dus als het gaat over het sensibiliseren en informeren van burgers enzovoort, ja, gaat dat zeer sterk parallel lopen. Hè. Ja, absoluut. Oké, goed. Ik zie geen handjes. Wil nog iemand het woord? Kunnen we dan dit agendapunt afsluiten? Oké, Wim, bedankt voor de toelichting. Dank u wel. Heel erg bedankt, Wim.
Hallo. Dan kunnen wij overgaan naar het eerste agendapunt eigenlijk van deze avond. Dat is goedkeuring van het verslag van de vergadering van van 12 november. Dat ging toen over het meerjarenplan. Kan iedereen akkoord gaan met wat erin staat? Oké, dan is dat mede goedgekeurd. Dan kunnen we overgaan naar het tweede agendapunt dat eigenlijk gepland was voor deze avond. En dat is dus in verband voorzitter, met... Voorzitter, excuseer, ik denk dat Sanne iets wou zeggen, dacht ik. Ah, ik zie een handje. Oké, ja, doe maar. Ja. Ik wou er gewoon kort nog op ingaan, Mark. Ja, jullie kennen ons standpunt de notulen. Ja. Hè. Maar ik had daar toch graag nog iets klein aan toegevoegd. Ik was eigenlijk blij verrast te zien dat de secretaris de YouTube-link ook heeft meegedeeld bij de notulen. Dus ik vind dat eigenlijk al een verdere stap naar transparantie in de notulen. Dus misschien kan die sowieso ook al een keer meegenomen worden wanneer het verslag van de gemeenteraad gemaakt wordt. Dus dat die link van de YouTube-vergadering erbij wordt gezet. En ja, verder blijven wij gewoon op diezelfde nagel kloppen dat wij graag een geschreven verslag zien. Oké, bedankt. Ja, Mark, nog een kleine opmerking. Ik denk dat in het bestaand verslag van de laatste vergadering dat de aanwezigheden niet vermeld staan. Ah ja, dat klopt. Dat is juist. Dus dat is misschien een beetje voor even smeren. Dat er ook niet op. Dat had ik nog niet gezien. Dus gelief dat dan ook aan te passen aan. Hè? Goed. Dan kunnen we overgaan aan het laatste punt, eigenlijk het tweede punt, in verband met de toelichting van de intergemeentelijke samenwerking. Normaal wordt dat toegelicht na de algemene vergadering, hè, want ik heb nog geen algemene vergadering gehad. Dus ik had die document in, maar ik zit wel in de RBC, regionaal bestuurscommissie, en daar bepaalde zaken toch een beetje bij elkaar geraapt. Dus Henk... Voorzitter, Mark. Ja. Sorry dat ik even onbeleefd ben om tussen te komen. Ik vraag me gewoon af, hoe lang gaat dat duren? We zijn ondertussen 10 uur. Dat is een punt, denk ik, dat niet dringend is. Ah, en ik vroeg me gewoon af, gaan we dat nu nog behandelen? Of kan dat eventueel naar een volgende keer? Dat mag ik weet dat je daar zelf vragende partij bent geweest om dat te doen. Dus het is zeker geen afstel. Absoluut niet. Maar allee, het is gewoon, ik vraag het ook even naar de collega's. Hè. Gaan we daar nu nog aan beginnen? Of kan dat eventueel op een volgende vergadering? We hebben nu al een paar avonden achter één avondvergadering gehad, dus daarmee dat ik het even vraag. Voor mij is dat eender, want het is wel een beetje... Want in verband dus met de digitalisering en de verletting, het is wel heel watsen. Dus, nou wel, dan zou ik dat liever precies... En ook de participaties en al wat met verbonden is, doelstellingen, missie, visie, waarden... Wel. En vrees een beetje, Mark, dat we daar niet, nu niet direct zo allemaal fris genoeg voor zijn om dat nu nog allemaal... Maar goed, hè, alleen. Voor mij kan dat uitgesteld worden. Els, jij vraagt het woord. Ja, ik wou er gewoon even aan toevoegen. Zoals dat je zelf zei, Mark, normaal zouden we dat kunnen doen na de algemene vergadering. Laten we daarop wachten, op die algemene vergaderingen, die dan toch altijd een neerslag zijn van het afgelopen jaar... En dat we dan daar een samenvatting krijgen. Hè? Zaken genoteerd voor mij, maar dan ook waarom, vraagteken, omdat ik dat nog moet aanhoren. Hè? Ja. Kan iedereen ik heb wel eens op van Iverlijk het verslag doorgestuurd, denk ik. Ze geven een soort een activiteitenverslag. Maar ik excuseer, en dat hangt eraan, want er staan nu aan het agendapunt hangen namelijk twee verslagen aan. En dat is dat van Iverlijk, van u Bart, denk ik, en dat van Webra. Daarmee, die twee verslagen zijn, gaat dan wel degelijk over vergaderingen die reeds gepasseerd zijn en waar we het verslag van hebben, die zou toegelicht worden. Dus dat van Mark, dat is eigenlijk ook niet op de agenda. Maar voor mij zeker oké om dat uit te stellen. Dat wel, maar de algemene vergadering wordt ook dus toegelicht. Hè. Dus net beheerder in de toekomst. En dat is toch nog heel ruimer. Dus het verslag, dat is een klein stukje, maar de grootste brok is wet net beheerder in de toekomst. Dus, en dat kun jij nog, dat kun je ook niet weten, want dat moet in de vergaderingen inzitten. Hè. En daar, de raadsleden, ik weet niet of die dat allemaal gekregen hebben, maar er was ook een webinar vandaag waarin dat werd toegelicht. Maar ik ben nu me kwijt van Iverlijk. Dat klopt,
Dat was vorige week. En daarmee kijk ik mijn informatie dan ook. Ja, en dat is ook op de algemene vergadering zal toegelicht. Want dat is toch op de agendapunt van de algemene vergadering. Oké, ik wil dat de volgende keer ook toelichten. Ja, dus we zijn akkoord allemaal dat we dat dus uitstellen. Hè? Ja. Oké, okay. Ja. Samen met webinar. Maar moet dat nog, kan dat dan? Want als je dan zegt, de volgende keer bijvoorbeeld in mei of zoiets, of niet, het is in juni de algemene vergadering, ik weet niet juist van buiten, hè, dat we dan zeggen, Everik, webinar, maar ondertussen kunnen er ook nog andere intercommunale zoeken. Ja, ik zou je wel durven... dergelijke, dat we dan zeggen een avond voor 3 of 4 of 5. Wel, ik zou nu even durven tussenkomen, voorzitter. Wat ik wil vermijden, is dat dat een hele lange traktaat wordt van hetgeen wat er overal her en der is gezegd geweest. Dat is ook niet leuk. Ik dacht juist, alleen voor mijn part, ik zie nu ook, het valt me nu ook op dat het al 10 uur is, maar ja, boven, we zijn langer vergaderingen gewend. Het was 12 uur, hè. Jawel, voilà. Maar wat ik wil zeggen is, ik denk dat het beter is. Allee, het is juist de vraag van de oppositie dat we dat behandelen. Mij niet gelaten, zeer oké zelfs. Maar ik zou dat dan wel gespreid wel laten brengen op verschillende commissies. En niet op één commissie 54 uitlegmomenten. Want dat luistert geen kat nog naar het tweede verhaal. Allee. Dat klopt. Ja, nee, en als ik hier mag tussenkomen, reden te meer, Connie, omdat de volgende vergadering, GRC-maatschappij, staat volledig in het kader van opmaakjaarrekening. En dat zal al een serieuze brok worden. Ja, al bijna om. En je hebt dan die ander ook nog. Hè. Want je hebt dus Iverlek, maar het financiële daarvan, dat is Sever. Vroeger was dat Finelek, dat is ontbonden, dat is deels Iverlek, deels Sever. Dus dat hangt er ook nog aan, hè. Dus ja, dat is al een vergadering op zich alleen al. Het is toch ook wel beter, Mark, van, allee, het is nu, ik wil dat toch nog wel even aankaarten, de eerste commissie sinds november of december, dat is bijna 6 maanden geleden. Allee, ik denk dat er ook wel af en toe een keer wat meer een commissiemaatschappij dan mag ingericht worden, specifiek bijvoorbeeld rond een aantal topics die dat aan bod gekomen zijn. Allee, ik denk dat het nu toch wel iets te lang geleden is. Dus ik denk dat we voor de rest van dit jaar gewoon 2 maandelijks de commissie kunnen laten doorgaan, waaruit dat dan die topics worden besproken. Oké. Okay. Dus kunnen we daar akkoord gaan, als ik het vergadering versta, met al de opmerkingen, van dit te verdagen naar bijvoorbeeld mei. Punt. Voilà. En dan in juni hebben we de meerjaarrapport. Dan hebben we er wel 3 achter elkaar, ja, maar boh, ja. En dan kunnen we nog Webra en nog een ander op, ja. Het is de eerste van dit jaar, ja. Dus dat lijkt me geen probleem om dat niet te doen voor de zomer. Hè. Ja, dat Bart. Ja. Er zijn inderdaad een heel pak intercommunales en samenwerkingsverbanden waar dat de gemeente in zit. Niet alle vertegenwoordigers zitten ook het office in de commissie maatschappij. Dus ik weet niet wat dat de bedoeling is, dat we die mensen ook uitnodigen om dan een toelichting te geven. Of dat die besproken worden, hoe dat je dat dan gaat organiseren. En Everlek heeft feitelijk al een hele korte samenvatting gemaakt. Hè. Een samenvatting met dan, die zijn net beter in de toekomst. En daar gaat het over tegen 2050. Het ging ook via WBN, dus Teams al toegelicht. Dat is wel aan het pakken. Dus je weet dat ook als wel aan pakken. Dat is een vergadering op zich. Hè? Al die verschillende elementen. Oké, dus daarmee is dus dit agendapunt verdaagd naar de commissie van mei. Dan moeten we wel een agenda bepalen. Hè? Dus ook een dag naar de gemeenteraad, hè? Denk ik. Ja, ik denk dat dan dingen zal zijn, zeker. Ja, ja, en je kunt moeilijk 2 vergaderingen achtereen, want dan zit je terug vast. Hè? Dan zit je terug vast. Ik denk als die vergadering het meerjarenplan zal besproken worden, ik kan me voorstellen, en gezien dat is Christel er al terug aan de slag, als ik zo indiscreet mag zijn. Dat hij toch wel nog een inloopperiode heeft, dat daar toch ook wel wat achterstal zal zijn. Als we dat dan gaan moeten zetten eind mei. Ik weet niet of dat zij dan al klaar zal geraken. Dat is eerder gepland. Excuseer, de volgende GRC-maatschappij is gepland op 16 april. 16 mei. Voilà, voor de gemeenteraad. Excuseer. Dat is nog niet. 16.
bij deze. En dan zal ik de jaarrekening. Ja. Ja. En dan de volgende zal dan de budgetwijziging zijn. Ja, klopt. Het staat al in de agenda van Inotule geswitcht. Yep. 19e GRC-maatschappij. Ik was twee keer een GRC-maatschappij. Om 19 uur en om 20 uur. Dat is goed, hebben. Dus de 19e, hè, want ik had de 16e begrepen. Nee. Ja, nee. 16. Wacht, ik ga het niet even controleren. 19 mei. Ja, 19 mei, excuseer. Ja. 19 mei om 20 uur, oké. Okay, voilà. En dan om 16... Doen. Op 16 juni terug heen. Ja, oké. Okay. 16 juni, ja. Ja. Dus ik zou dan een voorstel doen aan Henk, want hij volgt dat op, omdat dat hij dat op de agenda zet. Hè, dat, ja. Is dat goed? Nee, ik ben even niet mee. Dus in verband met de intercommunale samenwerkingsverbanden, dat hij volgt dat op, hè, dat is zo. Hij gebruikt dus die vis, hij hangt de visje aan die agendapunt, van wie, wat en hoe, dat hij dat dus ook opvolgt en op de agenda zet op het moment dat past. Dat zal misschien een stoplossing zijn, want ja, de 19e mei zal dat niet kunnen gaan. Of zou dat een te zware agenda zijn, nee of nee. En 16 juni ook, hè, Mark? Dan is het aanpassing meerjarenplanning. Ja, dus dan is het al september. Hè. Tenzij dat we... Ja. Ik denk dat we voor in de toekomst... Maar daar zetten eigenlijk niet zoveel mee. Ja, dan kunnen er veel vragen komen en opmerkingen. En dan zijn we terug vertrokken. Mark, als ik een suggestie mag geven voor de toekomst, ik denk, en Kim heeft dat ook voor een stuk al aangehaald, er zijn momenten waar dat er geen of weinig punten te bespreken zijn in de maatschappij, in het begin van het jaar, die eerste maanden. Ik denk dat het interessant zou zijn om dan die verslagen te bespreken. Maar ja, die algemene verslagen van de algemene... Ja, maar dat hoeft niet. Ja, maar ik heb het al gezegd, Iverlek geeft bijvoorbeeld al een duidelijke informatie erover. En de meeste intercommunales kunnen hebben dat wel. Hè. Dat komt dan inderdaad met een beetje vertraging binnen. Maar naar planning denk ik dat dat wel interessant is. Je bent bezig over die toekomstvisie, maar ik denk dat ook voor de financiën belangrijk bijvoorbeeld is te weten dat Iverlek van wat gaat er gebeuren met de dividendenpolitiek. Hè. Ja. Dus de gemeente minder inkomsten, omdat de netbeheerder dus meer kosten gaat hebben. Dus ja, ja. Ja, het is niet niks. Goed. Oké, vandaag mensen, allemaal een goede avond. Dag. Tot de volgende vergadering. Tot later, bye bye. Goedenavond. Lappel.